Wat een verhaal. Wat een verhaal. Ik ben niet iemand die echt veel weent. En er was in mij iets toen dat Tim Sterks, de gast van vandaag, zijn verhaal deed. Ja, ik heb compassie, bewondering. En ja, voor wat hij meegemaakt heeft, voor wie dat hij nu is, wat hij nu doet samen met Sarah Parra, met Go Smart Digital. Ja, fantastisch, inspirerend verhaal. En alsjeblieft, doe jezelf een vijver en ook je omgeving. Leef. En stop met te overleven en maak er iets van. Geniet van Tim Sterks. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snauwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Heeft dat niet alles veranderd in je leven, omdat je naar het leven kijkt, kinderen? Zijn we begonnen? Ja. Subtiel, hè? Ja, ja. Dat heeft alles veranderd. Ik denk, je hebt zo van die mensen die zeggen, ik ben bewust kinderloos. Hey, ik moet geen kinderen hebben. Dan denk ik, ja, ik helemaal akkoord met je beslissing, maar je mist wel wat. Dat is een beetje mijn gevoel. Bijvoorbeeld, mensen die nu tegen mij zeggen, ik ben kapot, ik ben moe, maar je hebt geen kinderen. Dat snap ik niet. Je weet niet wat dat moe zijn is. Zeker niet als je ondernemer bent en je hebt 2 kinderen. Dan moet het bij mij niet afkomen om te zeggen, ik ben moe. Je zit in je gouden kooi, je komt s'avonds thuis en behalve een fles wijn en je diepvriesmaaltijd in de microwave steken, moe kunnen niet zijn. Je, mentaal misschien wel, maar je bent niet kapot. Ja, vanmorgen om 6:00 kwam Jules aan mijn bed. Papa, is het tijd om op te staan? Ik zei, zie je al de zon? Nee. Ik zei, nee dus. Ja, maar ik wil aan mijn boek werken voor Sinterklaas. Die net zo van bol.com. Ah, ja. Marketingtrucs, sturen ze een boek op. In de bus, ja. Ja, en dan mag hij dat uitknippen en mag hij dat plakken. En dat was gisteravond bij ons toegekomen. En ik zou kunnen 2 dingen doen. Ik zou kunnen zeggen van, wow, laat me met rust en irriteert omdat ik wil slapen. Tegelijkertijd, ja, die joie de vivre, die joy, die passie, dat vuur, dat verlang, ik had dat ook als kind. Hè. Sinterklaas, nu nog altijd. Hè. dat was zo dat verlangen naar, die onrustigheid. Ja, en die zou waarschijnlijk niet goed kunnen slapen, omdat hij zoiets, Sinterklaas. Dan valt er niet meer. Ik zeg, slaap nu maar. Maar je ligt dan bij mij. Je ligt dan met zijn been over mij. En je ligt dan overal dat ik eigenlijk niet meer kan slapen en al. En ook al ben ik dan eigenlijk echt kapot, moe. Ja, dat is oké. Omdat die liefde en het feit dat ik heel goed besef. En ik wil daar niet melodramatisch over doen. Maar ja, ik blijf geen 6 meer. Hè. Ik bedoel, bij 10 jaar had ik dat niet meer doen, hè. Dingetjes plakken in een boek. En dus geef ik je 100%. Ja, is er nou een doek? En nu zelf van Antwerpen naar de Deense gereden. Het regent. Allee, ik weet niet, het was er nog zo va. Het ging verbazingwekkend vlot eigenlijk. Ja, wel, met mij is het al van deze week een paar keer verbazingwekkend traag gegaan. Komt tegen Leuven. Leuven via Brussel Centrum naar Deinze. Ik kan je verzekeren, 3 uur gisteravond was er iets van Gent naar, ik weet niet, naar Deinze gebeurd. En gisteravond had ik het echt gehad. Ik bedoel, weer een accident, weer die toestand. En denk, oh my god. En ik voelde me echt opgedraaid. En ik kom dan thuis en de deur, ik was aan het bellen, de deur gaat open. Hé, papa is er al. Is dat zo half naakt zo? En gewoon. Die contentement om jou te zien, ook het feit dat ik hem toen nog in zijn bed kon steken en hij leert zo lezen en dan leest hij een boekje en dan gaat dat heel traag. Maar gewoon die connectie, dat stilstaan, ik weet niet, dat brengt me echt in het hier en nu. Dat relativeert en dan al die andere dingen die gebeurd zijn. En ik wil niet zeggen dat ik hem daarvoor gebruik, tussen haakjes, maar ik vind dat wel heel leuk om zo. Terwijl anders inderdaad, moet je daar geen rekening mee houden. Dus ik ben er eigenlijk wel heel dankbaar voor dat hij eigenlijk in mijn leven is. En ik vind dat iets
Ja, ik kunt dat niet uitleggen. Maar mijn zoon is 10 en is in september, dus nog niet zo lang geleden, 10 geworden, eind september. En toen dacht ik, shit, die is 10. En dat is op, dat is voorbij gevlogen. Dat is een cliché, maar dat is wel zo. En dan dacht ik, als dat nog eens zo vlot gaat, de volgende 10 jaar, dan is die misschien het huis al uit. Allee, ik hoop van niet, hè. Maar dat kan, dat zou kunnen. Ik was op mijn 17 het huis uit. Dat is een ander verhaal. Maar 10 jaar is niks. En je hebt zo van die inspirerende YouTube-kerels die zeggen 5 a.m. opstaan, ja, yoga, gaan lopen, naar het werk, hup, 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 tot 11 uur thuiskomen. Denk ik, ja, maar jij hebt geen kinderen. Ik ken dat niet. Als ik moet kiezen tussen, ik ga graag lopen, dus mijn hoofd leegmaken. Maar als ik moet kiezen tussen mijn kinderen of yoga of lopen, dan kies ik altijd voor mijn kinderen. Ik wil er zijn en ik wil niet dat die zeggen later, oh, papa was er nooit. Ja, ja, ik ben er volledig mee akkoord. Nu, ik mediteer 's ochtends wel 20 minuten omdat ik dat nodig heb. 'S avonds ook. Allee, ik ga gaan slapen. En dat start altijd met de 3 dingen dat ik vandaag dankbaar voor ben en mijn intentie voor de dag. Hè. En vaak is dat eigenlijk overgaan van hetgeen wat gebeurt of liefde of whatever. En mijn zoon staat altijd op nummer 1 dankbaar dat hij er is, dat ik dat mogen ervaren. En hij weet dat, omdat... Ja, be the change you want to be or see in the world. Ik vind dat heel makkelijk om te zeggen tegen je kinderen, ja, volg je dromen en ja, volg je hart. Terwijl dat je dat zelf, ja, je kast dat af te draaien voor een deadboard job. Dat je... En, allee, dus bij mij weet hij dat, van, ja, papa mediteert. En als die baby was, zat hij gewoon op mijn knieën en die zit gewoon. Omdat er ook wel een effect is van het feit dat ik dat doe, omdat ik vertraag. Heeft dat ook een effect op hem? In plaats van op te staan en zo direct op die gsm te zitten, tokkelen of zo. En dus... Allee, of het is zo'n periode geweest zo, dat ik opstond, zelfs nog voor hem, en dat ik gewoon 1 minuut begon touwtje te springen. Dus dat ik toch iets had van sport, maar inderdaad. En waar ik eigenlijk naartoe kom, is... Ik dan mediteren, maar eigenlijk vanmorgen ook, roept hij dan... Papa, ik heb kaka dan... Ja, dat stak ik op, de meditatie. En ja, bon. Dus in plaats van dat keihard aan vasthang van dat moet hier 20 minuten en moet hier doen, heb ik zoiets van, ja, oké, maar goed. Ik bedoel, het doel van meditatie is voor te zijn in het moment. Maar ja, als mijn zoon roept, allee, enfin, kom ik van mijn berg, bij wijze van spreken, ja. Snap je? Het is ook wat je zegt. Hè. En vaak gaat dat dan... Ja, zijn we soms aan het tekenen of een spel aan het spelen of whatever. Maar ik heb net zelfs, ik wil niet dat hij... hij wil er gewoon zijn, maar ook emotioneel. Mm-hmm. Ik, gisteren was hij dan over de moon, over de rooien. Ja, ja, papa, nee, ik wil die pul niet aandoen. Die doet pijn aan mijn hoofd. Oké, okay, welke pul? Die van gisteren wil ik aandoen. Ja, en één die past op mijn bruine broek. Denk, ja, allee... Van wie zou dat hier weer komen? Dat moet passen op een bruine broek. Terwijl ik als iets van, ja, ik kan al een pull aan. En vroeger toch. En ja, ik ben echt boos op jou. Ik zeg, je voelt je boos. Ik zeg, een half uur, voel je nog boos op papa? Nee. Ik zeg, waarom niet? Ah ja, omdat ik weet dat je mijn dingen gaat kopen. Ik zeg, nee, Jules, van waar heb je dat gehaald? Kan ik jou in ding komen? Zo. En dan kalm blijven. En ik zie wel kalm blijven in de zin, en dat lukt me niet altijd, hè, maar ja, ik zou ook kunnen zo... En dan begint dat zo actie-reactie, en dan denk ik, ja, wat leer ik hem nu eigenlijk? Ja. Voor in mijn emotie te stappen en er maar in mee te gaan. En heel de boel laten ontploffen. Terwijl als ik dan kalm blijf, ik zeg, ja, waarom voel je je boos? Ja, ik voel me boos daarom. Ah ja, dat begrijp ik. Ah ja, oké. Want, allee... Wat dat bijvoorbeeld voor ons aanvoelt van iets dat heel erg gebeurd is, iets dat we missen of dat we net niet hebben. Ja, het feit dat hij hem die pul niet heeft, die emotie is even erg voor hem als voor ons. Hè. Maar wij denken, allee, dat is maar een domme pul, wat is dat nu voor iets? Of een stuk speel, maar dat is even erg. En als we dat dan al gaan afwijzen, ja, hetzelfde als hij hem... Ik ga hem nooit een knuffel weigeren. Als hij die keer aan slaapt, ik wil nog een knuffel aan, maakt niet uit.
En ik las onlangs van Steven Hillis. Ken je niet Steven Hillis? Nee. Dat is zo'n die maakt zo van die hele grappige video's over ouders, vaderschap en ouderschap op Instagram. Met hilarische video's. En een van die video's was een iets serieuzer videootje, waar hij zei van ja, als het kind om een knuffel vraagt, dan had het kind bepaald wanneer dat de knuffel gedaan is, niet ik. En ik denk zo, oké. Het heeft wel iets in natuurlijk, want ja, je wil niet dat je kind hem niet gewenst voelt. Hè, want dat is wel een heel belangrijke. Maar goed. Nu, wat ik eigenlijk wil weten, Tim, is er een verband tussen jouw missie, purpose in leven, waarbij dat je impact wil maken op de wereld, onder andere met Sarah Parra, met Go Smart. En je kinderen, is er daar een verband tussen? Ja, ik denk, moest ik geen kinderen gehad hebben, had ik hier vandaag ook niet gezeten. Dan hadden wij elkaar ook niet gekend. Hè. Ik geloof enorm in bepaalde dingen die gebeuren in het leven. Dus een stukje synchroniciteit. Dus toeval bestaat niet? Ik denk dat niet, hè. Ik geloof ook, ik ben niet gelovig, ik geloof niet in het hiernamaals, maar ik geloof wel in een bepaalde kracht. En dat klinkt dan misschien heel spiritueel en oh my god. Maar nee, maar dat is het universum. Dus daar geloof ik wel in, dat er bepaalde dingen gebeuren. Gisteren nog een gesprek met iemand erover gehad. Dat ik dacht van, het is niet alleen bij mij. Over wat ging dat gesprek? Over de toevalligheid. Hè. Bijvoorbeeld, die kerel vertelde iets van, ja, ik was ergens anders, internationale conferentie. Ik ben aan het babbelen met iemand. Blijkt dat een paar dagen later ontmoeten wij elkaar terug. Blijkt dat onze kinderen naar dezelfde school gaan en we hebben elkaar nog nooit gezien in al die jaren en plots vanuit ergens in Barcelona in ons dorp kwamen we elkaar terug tegen en hij zegt, dat was gek, hè? Dat was echt een bovennatuurlijke ervaring terwijl hè? Ja, dat was zo'n heel verhaal dat eraan vasthing van hoe kan dat wij elkaar hier tegenkomen ver van ons huis. En dan plots, heel dicht bij huis, terug mekaar zien en mekaar de vorige 10 jaar nooit ontmoet hebben. Mm. Dus dat was zo'n verhaal. En dan, ik heb ook zulke verhalen gehad, dat ik denk van, de toevalligheid in die dingen. Maar bij mij is het, mijn kinderen... Mijn zoon is 10, mijn dochter is 6. Ik kreeg mijn zoon 10 jaar en ik werkte toen... moet ik even denken, ja... Bij een van de grotere telco's, ik denk dat het British Telecom was, in Diegem. En all was fine. He, je zit in je gouden kooi. Corporate, hè? Corporate. He. Goeie auto, bruine schoen. Ja, he, toen, en dat is nog niet zo heel lang veranderd, maar toen moest ik alles hebben. He. Ik was super materialistisch. Hoe jong was je dan? Ik ben redelijk oud begonnen. Ik was 27. En je moest alles hebben. Ik moest alles hebben, omdat ik nooit iets gehad had. Wat? Ik ben daar begonnen. Ik heb nooit iets gehad. Wat bedoel je dat? Vroeger, ik heb voor alles moeten vechten. Hè. Van thuis uit ben ik nooit ondersteund geweest. Hè. Ik heb mijn eigen studies moeten betalen. Ik heb gewerkt in hogeschool gedaan. Ik heb dat moeten combineren. Ik heb zelfs mijn middelbaar diploma middenjury gedaan. Omdat mijn ouders zeiden, je gaat niet meer naar school, je gaat werken en je gaat afgeven thuis. Dus ik had niks en ik heb voor elke euro moeten werken. En hoe heb je toch voor jezelf gezorgd dat je niet een Calimero-effect slachtofferrol opgenomen hebt? Maar ik heb dat gedaan. Hè. Ja. Ik was, kijk eens, zij hebben alles, ik heb niks. Maar dan, ja, ook dat weer... Nu heb je dat toch niet meer? Jawel. Diep van binnen nog wel. Ja. Denk ik. Waarom ik niet en zij wel? Over bepaalde dingen dat ik achteraf dan, of heel snel wel, dingen heb van... Dat is een foute initiële reactie van mij. Ja, want ik vind je een heel getalenteerde ondernemer, zelfs verkoper, whatever dat je doet. Dat vind ik van mezelf niet. Hè? Ja. Dus daar zijn we het heel, ben ik het helemaal niet mee eens. Ik geloof wel dat ik er alles aan doe om al mijn niet-talenten te maskeren. In Antwerpse accent. Ja, bijvoorbeeld. Maar dat is wel een... Peter. maar
Dus ik heb altijd heel hard moeten werken voor al hetgeen dat ik heb. Niet alleen ik, mijn broer bijvoorbeeld ook. Wij komen uit dezelfde nest. Wij hebben dingen gedaan en nu zeggen wij tegen elkaar van... Fuck, we did it. We zijn allebei heel gelukkig. En kan je nu een beetje trots zijn op jezelf? Ja, op bepaalde momenten. Bijvoorbeeld... Is het toch trots dat je twee fantastische kinderen hebt? Dat, zeker en vast. Als ik thuis kom en ik zie mijn kinderen, ben ik heel, heel fier. Ik zeg dat ook. Dat is iets dat... En dankbaar. Ja, dankbaar sowieso. Dankbaar voor dat we hebben wat we hebben. Dat we gezond zijn. Ik denk dat is heel belangrijk. Maar ik ben heel, heel fier op mijn kinderen. En ik probeer dat... Niet dagelijks, want dat is ook, dan meent je het niet meer. Maar minstens 1 keer per week tegen mijn kinderen uit te spreken. Ja. Dat ik 4 ben. Heeft hem 6 op 10 en de rest van de klas heeft 9 op 10. En mijn zoon, wat moeilijkheden op school, heeft er heel hard voor gewerkt. Heeft 6 op 10 en zeg ik ook dat ik 4 ben. Heeft hij 4 op 10 en ik weet dat voor hem de hoogste score was. Dat hij zijn best heeft gedaan. Dan zeg ik ben 4 dat je dat toch hebt gedaan. En zijn mama zegt dat ook. Mijn vrouw. En dat is iets, dat hebben ze nooit tegen mij gezegd. Hè. Dus vandaar dat Calimero-complex, dat is er zeker in vast. Dus dat resulteerde bij mij in beginnen werken in de corporates. Hè. En binnen te komen en iedereen had een kostuum aan. Oh, ik ook, hè. Kostuumetje, een chic hemd, bruine schoenen. Zoals iedereen daar. En, oh ja... Waarom ben ik bij BT begonnen? 1 reden, ik kreeg daar een BMW. Dat moest ik hebben, een BMW. Zodat eindelijk iedereen kon zien dat ik succesvol was. Ultieme statussymbool. Mm-hmm. Ze dat toen aan mij vroegen, zei ik, nee. Voor de passie, voor de job, voor de brand. Absoluut een bullshit. Ik kwam maar 1 ding en dat was een auto. Mm-hmm. En ik had die auto, ik ging die afhalen. Hey, eerst tegenslag... Ha, je krijgt een poolwagen en nog 4 maanden met zo'n rottebak moeten rondrijden, dat ik absoluut niet wou. Maar toch, ja, zoiets. Na dan 4 maanden die een auto gaan halen in de garage. En zoals dat je zegt over je kinderen, aftellen naar Sinterklaas. Die auto gaan halen, in die auto stappen, de garage buiten rijden. En, zo fier als een hater. Nee, mij zo leeg als iets voelen. Oké. Okay. Omdat ik zoiets heb van, fuck. Is dit het nu? Is dit het? Ik heb een auto, wel een BMW. Ik moet nog altijd gas geven, ik moet nog altijd schakelen, ik moet nog altijd op de baan letten. En ja, wauw, ik heb hier Harman Kardon loudspeakers in een auto en ik kan Waze opzetten. Wow! Dat was het niet. Ik was leeg. Maar bon, in die end wilde geld verdienen. Ik was dat... Mijn zoon wordt geboren en dat was... De eerste moment in mijn leven dat ik voelde, ik ben 100% gelukkig. De moment dat je geboren werd, wat ik nog altijd een heel science fiction iets vond. Je gaat met 2 het ziekenhuis binnen, je gaat met 3 buiten, of je zit met 2 in een kamer, een uur later zijn we met 3. Van waar komt die? Je weet dat hij in je buik zit en hij is er. Maar dat was de eerste keer in mijn leven dat ik dacht van fuck, yes, ik ben blij. En dan dacht ik, shit, dat heeft mij geen euro gekost. Dat heeft mij ook niet veel inspanning gekost, hè. 30 seconden. En hij was er. Hè? Dus dat was mijn bijdrage tot het maken van... En creatieproces of... 30 seconden over het creatieproces, ja. Nee, het was iets langer. Ik denk toch 1,5 uur. Hè? Maar dat was wel een eerste kantelpunt. Dat ik dacht van, shit, die kleine is er. Die gaat mij veel geld en tijd kosten. Mm-hmm. Maar dat is... Dat heeft mij tot nu toe geen geld gekost. En dat is wel een van de gelukkigste momenten van mijn leven. Mijn trouw bijvoorbeeld ook wel, maar dat heeft mij dan... Of dat heeft ons dan wel wat geld gekost. Maar ja, ik kom van ver. Hè. Ik ben afgestudeerd als journalist. En dan ben ik in de media gerold. De gekste dingen meegemaakt. Bij een lifestyle magazine beginnen werken... Heel balzie dat dan overgenomen.
gigantisch tegen de muur gelopen, met mij rot geamuseerd, want ik mocht met Aston Martins gaan rijden in de UK op circuit. Ik mocht Maseratis gaan testen in Barcelona. Ik vloog heel de wereld gratis rond, business, om de chicste hotels te gaan testen. En op het einde van de maand kwam ik thuis, heb ik 0 euro verdiend. En kon ik geen bijdrage leveren tot het huishoudelijke budget. Mijn vrouw trok dan de kar, hè. Als architecte had zij wel een inkomen, maar ook daar een veel te laag inkomen. Dat is de sector die ja, ziek is qua financieel en verdienmodel. Maar dus ja, zij bracht geld binnen, ik niks. Maar ik bracht vakanties en elke dag een goodie. Ons huis stond vol. Super materialistisch wereldje. En dan daarmee gestopt, omdat je er op den duur ook gewoon een soort dégoût van krijgt, naast het feit dat de printmedia compleet dood was. En mezelf een beetje eruit gevonden als technical writer. En zo ben ik in IT gerold. Mo. En bij BT dan begonnen. En dan was dat nog altijd van, yes, nu ga ik veel geld verdienen. En nu ga ik ook een dikke auto hebben. Ja, dat was dan die BMW. Ik was, oké. Dat was dus blijkbaar de foute drijfveer. En, maar op dat moment was dat waarschijnlijk de goede drijfveer. Hè? Ja, zeker. Hè? En pas op, ik was trots op die auto. Hè? Parkeren, midden van de parking, zie je eens aan. Eén keer per week naar de carwash. Gewoon compleet belachelijk, maar super materialistisch. En ja, dan, op een bepaald moment... Hè, mijn zoon is 1,5 jaar. Ja, je bent geld aan het verdienen, je zit in je gouden kooi en al things, het gaat heel smooth. Je gaat van 's morgens tot 's avonds naar een bureau. Je komt thuis. En zo meer en meer mezelf beginnen afvragen, hè, want ik was dan van BT naar een ander bedrijf, hè, Dimension Data. Zelfde job, exact dezelfde functie. Leukere mensen, ik denk dat ik dat wel mag zeggen. Eigenlijk ook heel naïef denken dat je vrienden maakt voor het leven. Maar dat dan eigenlijk gewoon nog altijd in die end collega's zijn. Maar, dat vind ik wel interessant. Ja. Waarom zei je dat? Dus, dat was echt een job. Ik had daar voor de rest van mijn leven willen werken. Voor de mensen, voor het team waar ik in zat. Ja. Dat waren echt mij rot mee geamuseerd. Maar heel hard gewerkt, maar ons enorm geamuseerd. En hij geen band met die gast misschien? Heel light, hè. Zo met verjaardagen sturen wij nog een berichtje, maar eigenlijk niet. Je groeit echt letterlijk uit elkaar. En dan op een bepaald moment belt Bert van den Bossen mij. Van Securelink. En hij zegt, ja, wil je niet bij ons komen werken? Ik zeg, nee, want... Mijn collega's hier, dat zijn vrienden, en ik wil die niet achterlaten. Plus, als ik weg ben, draaien zij, niet omdat ik alles deed, maar is er een gigantisch probleem met de workload, en ik wil die dan niet aandoen, en ik amuseer mijn eigen hier wel. Van binnen wist ik wel van, shit, is dit het nu? Hè? Zo elke avond thuiskomen, want Diegem, Capellen, dat is ook niet de beste route. Ik zat 3 tot 4 uur per dag in een auto. Remote office, we spreken nog een aantal jaar voor COVID, zat er niet in. Of heel, heel af en toe. Dus ik zat heel veel in mijn BMW. Hè, want bij hen ook direct een BMW besteld natuurlijk. Met dan een groter model? Ja, nee, eigenlijk niet zelfs. Nee. Ja. Ja. Maar wel, goed hè, alles erop en eraan. Maar ik zat altijd in een auto. En op een bepaald moment, ja... Mijn collega's, en dan belt Bert van den Bossen mij en hij zegt mij, Tim, jongen, voor die collega's moet het niet doen, dat verwatert. En ik geloofde hem niet. Uiteindelijk ben ik dan wel naar Securelink verhuisd en inderdaad, dat verwatert, want op den duur, al die collega's, dat zijn ook mensen, die gaan ook naar een andere job. Iedereen verandert. Mensen veranderen, hè, want we zitten dan 32, 33-jarigen, je zit zo net in de start en... De goede tijden van uw eerste grote stappen in uw carrière. Iedereen groeit door. Mensen veranderen. Dat is zo. Dat heb ik nu ondertussen ook wel door. En dan word ik ziek. Kijk, ik was met mijn vrouw aan de zee. En dat is iets...
ik vertel dat nooit, hè, maar, of heel weinig insiders weten dat. Sarah weet dat bijvoorbeeld, wat ik heb gehad. Een Tom Dekkers, die kent mijn verhaal, omdat we hebben eenzelfde geschiedenis. Ineens zeg ik van, ik denk dat ik een liesbreuk heb tegen mijn vrouw. We waren aan de zee aan het wandelen. Ik zeg, we hebben te veel gewandeld. Ik heb zeer in mijn lies. Ik zeg, ik kan toch eens naar een dokter. Ik denk dat ik een liesbreuk heb. En als je dat dan kent, je hebt iets, je voelt iets, een bolletje ergens, gegoogeld, je hebt altijd kanker. Ik heb die een avond, ik kom thuis, pijn, lies, dingen, iets groter, een teelbal of balzak. Inderdaad. Google zei, het is een liesbreuk. Toch naar een dokter gegaan een dag erop. Ik steek mijn broek af. Heel, heel absurd. Ik stond zo echt in het midden van de kamer. Heel typisch verhaal zoals op tv. Een hoop studenten die meekwamen kijken. Dus ik stond daar. Ik steek mijn broek af. Die een dokter. Ja, ik kan u zeker zeggen dat het geen liesbreuk is. En ik kan u bijna zeker zeggen dat je teelbalkanker hebt. Bam. Op 5 minuten tijd. Hoe weet je dat? Ik weet dat ook, ja, heel, heel plastisch, omdat ik zo'n bal had. En hij voelde dat direct en zegt, sorry, maar liesbreuk is niet. Direct een scan gedaan. En dan eigenlijk, ja, gigantische paniek. Dat je daar ging doodgaan? Ja, tuurlijk. Dat is uw eerste reactie. Hè? Dus die een dokter, en dat moet ik wel zeggen... Die zei direct tegen mij, je teelbalkanker, dat kan ik u met 90% zekerheid zeggen. We gaan nu een scan doen, PET scan, all the things we have to do, om 100% zeker te zijn. Maar we gaan nu ook morgen opereren. Het was 1 december, en dat is voor mij de periode, ik hou van oktober, november, december. Ik hou van de donkere dagen, kerst, Sinterklaas. Ik vind dat de beste periode van het jaar. Ik weet niet waarom, maar ik vind dat de gezelligste periode van het jaar. En ik dacht toen, shit, ik word geopereerd. 1, iedereen heeft zo'n irreële angst van onder narcose te gaan en er nooit meer uit te komen. En ten tweede, ik dacht, ja, fuck, ik word hier geopereerd vlak voor de feestdagen. En ga ik hier dat overleven? Want ik heb kanker. Hè? Want na al die scans werd dan bevestigd, inderdaad, je hebt teelbalkanker. En je gaat... We hebben ook gezien dat het een hele agressieve vorm is. En ja, dus dat wil zeggen dat ze direct een bal verwijderen. Ja, ja, en dan naar huis gegaan, hè, want ja, morgen moeten binnenkomen en gaan we opereren. Want we mogen echt geen minuut langer wachten. Dus ik ben nog naar huis gegaan met mijn vrouw. Dat was in het Stuivenberg ziekenhuis in Antwerpen. Dus echt, ja, centraal. Mijn vrouw in alle paniek naar mij gekomen. Ik had ze dan gebeld, want ik was alleen in het ziekenhuis. Ze is mij komen halen. En ik zit bij haar in de auto, onderweg naar huis. En ik heb me nog nooit zo diep gezeten, mentaal, als toen. En zij heeft... Ja, zij ook. Maar mijn vrouw is mijn reddingsboei. En we rijden naar huis. En ik was er echt van overtuigd, van morgen ga ik dood. En is het niet morgen, dan haal ik het einde van het jaar niet. Het eerste dat je hoort is kanker, super agressief. Elke minuut telt. En ik kan begrijpen dat je bang bent van de dood. Voor je kinderen. Of zijn toekoer. Maar bij mij was het van... 1. Dus om dan op je eerste vraag te antwoorden van... Wat hebben uw kinderen gedaan in wat ja. je nu zei? Hè? Bij mij is dat een combinatie van een aantal momenten geweest. En dit, hè, dus die een dag dat je dan helemaal geprept ligt om geopereerd te worden, lag ik zo in de kamer, al alles steriel. En dan kwam een dokter nog eens iets zeggen. En je ligt daar misschien een kwartier te wachten tot dat dan u is. Dus de anesthesist komt, iedereen komt zo nog eens even checken welke bal dat ze zeker moeten verwijderen. Maar ik dacht toen, fuck, ik heb enkel mijn zoon, Leon, en ik dacht, ja, ik wil eigenlijk nog wel een kind, liefst een dochter. En ja, ik heb teelbalkanker, fuck. En op die moment in dat bed had ik ook de reflex van, man, wat heb ik eigenlijk bijgedragen? 1, aan de maatschappij als persoon,
behalve bij al die big corporates, gewerkt als een beest. Maar in die end, wat is mijn bijdrage geweest? En toen heb ik mezelf beloofd, van als ik hier uitkom, dan moet ik iets gaan doen dat impact heeft. Maar wat dat is, dat wist ik toen niet. Maar ik wist wel, ik had aan mezelf beloofd, van als ik hier beter uitkom, dan moet ik iets gaan doen dat veel meer betekenis geeft aan mijn leven, maar ook aan het leven van mijn naasten. En mijn naasten zijn dan mijn vrouw, mijn kinderen, mijn collega's en eigenlijk al de stakeholders in mijn omgeving. En dan ben ik geopereerd geweest. Volgende dag, later op de dag worden wakker. En dan dacht ik, yes, dat heb ik al overleefd. Ik heb die operatie overleefd. En dan kreeg ik eigenlijk heel snel het nieuws van, kijk, het was een super agressieve vorm. En net omdat hem zo agressief was, uw kanker, waren we er zo snel bij. Omdat uw tumor zo hard aan het groeien was, hebben we eigenlijk heel snel alles kunnen wegnemen. Dus er zijn geen uitzaaiingen. En je gaat eigenlijk zelfs geen nabehandeling moeten krijgen, behalve heel strikte opvolging. Dus in het begin was dat om de 2 weken, dan was dat om de maand, en zo de komende jaren. Het welgekende follow-up protocol. En toen dacht ik, oké, goed. Ik heb met een reden dit overleefd. Denk je dan, we waren net bezig over toevallig, dat dat toevallig is? Ik denk wel dat dat de wake-up call was dat ik nodig had. En eigenlijk op dat moment... Dus ik kijk er nu eigenlijk naartoe als... Ik kan niet zeggen als een cadeau, maar... Zonder dat. Ja, ik heb ooit iets gezegd. Misschien na een glas of 2 te veel op. Heb ik ooit iets tegen iemand gezegd van... En pas op, ik sta niet achter die uitspraak, maar ik ga ze wel herhalen. Van, ik denk dat iedereen in zijn leven sowieso iets moet meemaken. Een soort wake-up call. Zeg ik dan, iedereen moet kanker krijgen? Absoluut niet, want het is de meest rottige ziekte dat er bestaat. Of toch één van. Het is wel zo... Ik ben ook rock bottom geweest. Hè. Ik bedoel, bij mij is het zover niet gekomen. Maar het ging, toen als je 6 was, zei de dokter ook... Hij moet dat niet laten wegsnijden aan je vel, aan je huid. Hij nog 3 maanden te leven was te dan. Hij was 6, hij zat er voor snotvalling. En ik ben zelf niet bang voor dood te gaan. Maar op mijn 30ste denk ik zo heel stoer, ja, ik op mijn 40ste een Porsche, ik kreeg zo tegen de muur en dan zijn zo'n maten, zo, hey, wat een domme een vertel hier nu eigenlijk. En, maar ja, ik zit dan dat bubbeltje zitten van 6 maanden, ja, dan denk ik, ja, weet je wel, ja, dat ik sterf als die 30 is of zo, ja, tot daar aan toe. Maar niet dat een 6 maanden is, toch niet. Allee, is dat dan een deel ego? Ik weet het niet, omdat ik zoiets... Ik voel me verantwoordelijk voor hem. Mm-hmm. En dan denk ik, ja... maar anders... Ja, was ik eigenlijk niet zo heel... Toen werd ik bang voor de dood. Ja. En daarvoor was het zo, ja... Door hem. Omdat ik zoiets zei van, ja, goed. Nu goed, aan de andere kant, ja... Ik bepaal niet wanneer dat ze me komen halen, natuurlijk. Hè. Dus, nee. Shit, jongen, wat een verhaal vindt. Maar dus bij mij was dat wel... Allee, ik ben er eerlijk, ik ben er wel bang voor. Hè. En toen zeker, omdat ik dacht van shit, mijn zoon is 2. En ik wil nog zoveel doen. En ja, dat snap ik. Ik heb eigenlijk de voorbije 6 à 8 jaar geslapen, of zo. Sinds ik ben beginnen werken... En dan in die gouden kooi, in die corporates, heb ik eigenlijk gewerkt en thuiskomen en we gaan eten, want ik heb geld en we hebben nog niet veel kinderen of geen kinderen en feesten. Onze keuken thuis was nooit gebruikt. En eten en drinken en alles doen als het maar materialistisch was. En eigenlijk door dat mee te maken, dacht ik van shit, één, het kan heel rap gedaan zijn. Ik bedoel, voor hetzelfde geld rijd ik naar Deinzen, naar hier. En met dat slecht weer onder een vrachtwagen ben ik ook dood. Hè? Maar dus het is gedaan. Maar toen dacht ik wel van, wow, oké, dit is... En dat heeft mij in mijn core wel geraakt. En ik vertel dat eigenlijk nooit, of amper, tegen mensen. Maar die moment heb ik mezelf een aantal beloftes gedaan. En een van die beloftes was van, ik ga een andere
job zoeken waar dat mijn expertise die ik vandaag heb kan bijdragen tot een betere maatschappij. En ik kan niet veel, vind ik van mezelf, hè. Dus dan dat Calimero-complex. Ik kan niet veel. De meneer heeft de ene keynote naar de andere, maar kan niet veel. Ja, maar dat kan ik dan misschien net wel, hè. Maar ook daar heb ik moeten oefenen. Maar toen dacht ik, oké, wat zijn nu de kwaliteiten die ik heb? Ah ja, ik kan wel deftig schrijven. En ik kan ook, of ik ken heel veel, ik ben een generalist in ICT, in IT-omgevingen, van security tot cloud tot SD-WAN, whatever, netwerking. Ik kan overal wel iets over zeggen. En ik heb... Of ik het heel snel snappen van, oké, dat is een Kubernetes, dat is Docker, wat kan dat betekenen, wat kan het impact daarvan zijn? Hij heeft heel snel die begrippen door. Ja, ik heb gezond boerenverstand, ook al ben ik van Antwerpen. maar... Dus dat kan ik heel snel bepalen van, oké, wat hebben we? Wat kan ik nu doen? Met mijn kennis dat ik vandaag heb vergaard in de voorbije 10 jaar. Sinds dat ik ben afgestudeerd als journalist, tot nu, ik kan schrijven, ik ken iets van IT. En hoe kan ik daar nu in trots... Je kunt het toch ook goed uitleggen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Mijn vrouw zegt altijd dat ik heel goed kan zeveren. Ja, maar dat is, maar dat is voor te lachen. Want je kunt wel een verhaal met passie brengen, Tim. Ja, maar dat is ook omdat... En dat kon ik ervoor niet. Dus laat mij iets vertellen over mijn jobs bij die corporates. Er zat niet veel hart in. Het is dat niks hart of passie in. Het enige dat erin zat was... Jongen, zie eens wat voor een coole auto dat ik heb. En zie eens naar mijn nieuwe schoenen die €300 kosten. Hey, cool. En ik heb een kostuum gekocht van €1000. Zou je nou bevriend zijn met de Tim van toen? Nu? Ik zou dan niet... Ik denk... Toen vonden mensen mij heel dikwijls ook een eikel. Ik denk dat ik mezelf ook wel een debiel zou vinden. Van oppervlakkig ventje. Zoals dat er heel veel nog zijn in die wereld. Mm-hmm. En dat is ook exact de reden waarom dat ik die... industrie en geweten wil schoppen. En dat ik nu, vandaag, en ik denk dat dit dan ook redelijk douchebag kan overkomen, maar ze weten niet veel. En ze gaan vanuit hun eigen ideeën een hoop dingen doen, maar ze kijken niet verder dan wat dat hun opgelegd wordt. Totdat ze zelf eens iets meemaken. En ik heb zo mensen die... tegen mij zeggen van, wow, amai, ik heb een wake-up call gehad. En dat kan op een heel andere manier gebeuren. En bij mij gaat het vooral daarover dat ik vandaag wel met passie dingen kan vertellen, omdat ik echt geloof wat dat wij doen met Go Smart Digital, wat dat wij doen met Go Forest en heel ons Go Family ecosysteem, dat heeft een gigantische impact. En mensen, pas op, hè, we hebben mensen die ons compleet elke dag uitlachen, daar ben ik mij heel bewust van. Ik heb vorige week met Sarah nog een heel gesprek gehad over hoeveel vrienden hebben wij eigenlijk. Hé, vroeger had ik heel veel vrienden. Hè. Oh, Tim, ja. Oh, en mijn collega's, dat waren vrienden. Ik had een vrij grote vriendenkring. Je geeft een feestje, 30, 40 man, want wij zien die al onze vrienden. En als ik nu een feestje geef, dan is dat een hoop minder volk. Omdat, bij mij is dat ook zo, bij Tim. Je verliest heel veel volk op uw missie. Maar ik vind dat niet erg. Maar ja, is dat niet omdat je meer voor jezelf kiest? En dat je... Allee, ik weet niet wat dat bij jou zit, maar ik wil trouwens... mag ook mijn vriend zijn, maar naar mijn feest komen dat jij geeft. Ik ben niet zo'n feestgever. Jules heeft wel een Halloweenfeest, maar kom, dat is weer een ander ding. Maar... De reden dat ik jou apprecieer, en volgens mij de reden dat we er goed overeenkomen, is omdat ik vind jou heel authentiek. Hè? En dat is een fucking cliché woord, maar je voelt dat je jezelf bent. Je voelt dat ook, dat je, ja, weet je, dat betekent, dit is het, dit is wie dat ik ben. En wat je tof vindt, tof. Wat je niet tof vindt, ja, krupt in een bananenboom. Allee, misschien in jouw context krupt er beter die in, maar goed. Hè? Maar krupt dan in ergens anders. En twee, is die een drive, dat pure. En denk ik ook dat oppervlakkig
gesprekken over pinten of voetbal of whatever, dat je dat gewoon niet meer boeit. En dat je zo denkt, ja, als dat dan toch veel volk is en het zijn dan van die oppervlakkige gesprekken, ik heb er al sinds niks meer aan, eerlijk gezegd. Het wil dat niet wel zijn dat ik niet kan zeven, maar dan liever met iemand dat ik toch iets kan dieper gaan, eerlijk gezegd. Ja, maar ik heb zo mensen ontmoet onlangs, een persoon, CEO van een heel groot bedrijf, en hij begon eigenlijk in een vrij speciale context plots te vertellen, en ik kan daar, want ik, voor zijn privacy, maar hij begon plots te vertellen over zijn frustraties en dat hem een hoop vrienden verloor. Hij heeft gekozen als ondernemer ook om impact te gaan maken, vooral op sociaal gebied. Hij heeft een enorm tof bedrijf uit de grond gestampt, groot, is enorm succesvol en hij heeft gezegd van kijk, ik ben gestopt met drinken, ik ben gestopt met oppervlakkig te zijn en ik ben gestopt met die grote materialist te zijn. En al zijn vrienden, allemaal werkende in de Big Four of soortgelijke, lachen hem uit. Die zei dat, hè, en plein publiek. En hij zei, ik word uitgelachen. Hij was tot tranen toe bewogen toen hij hem dat vertelde. En hij zegt, ik word uitgelachen door de mensen die ik dacht dat mijn vrienden waren. Omdat ik, als wij een feestje hebben, of wij tennissen samen, of wij tennisten, hè, want daar is dan ook mee gestopt met die mensen. Als ik daar aankom met mijn fiets of mijn elektrische wagen, het eerste dat ze zeggen, maar waarom rijd jij niet met een Porsche vindt? Waarom heb jij nog geen Rolex gekocht? En dat voel ik ook wel. Van, zijn het beter omdat je met een Porsche rijdt of een Rolex koopt? Of, pas op, ik vind dat toffe dingen. Hè? Ik vind dat prachtige producten. En ik zeg niet dat ik dat ooit zou kopen. Pas op, ik moet zien wat ik zeg. Want hè, een Porsche in mijn business is absoluut not done. Maar zij dan per definitie beter, omdat is, je met je auto is dat nog donder Porsche in jouw business? Dat tenzij dat een elektrische is, denk ik. Ja, maar, okay, ja. Maar ik vind dat prachtig, hè? Zeker die oldtimers. Ja, het is dat. Maar ik voelde wel zijn pijn ergens, hè? Dat hij begon te vertellen, van, kijk, ik heb niet veel vrienden meer. Omdat ik eigenlijk... Sta voor wie dat ik ben. Authentiek wil zijn en ja, ik probeer minder oppervlakkig te zijn. Ja, maar dat denk ik. En als je zo begint met die toevalligheden of spiritualiteit zo een beetje dieper gaan, dan is dat... Zeg, jong, met je zever... Allee, heb je weer waspoeier gesnoven en van een berg getrommeld? Ja, ja. Met je bloot gat op een wijstang trommel? Allee, ja. Maar dat maak ik ook continu mee. En bij vrienden of mensen die dat je denkt dat vrienden zijn... Het eerste dat die zeggen, ben je nu tevreden van die auto dat je hebt? Allee, jongen, allee. Maar je hebt toch een vrij schone auto, schone kleur? Ja, maar je hebt dezelfde, hè, Peter. Maar dat is een elektrische wagen waar ik mij comfortabel in voel, die heel weinig geld kost. Maar ja, jong. En, I don't care, ik heb met die auto's gereden. Ik heb met elke dure wagen in de wereld gereden. En ja, dat is plezant, hè. Dat, oh, en dat lawaai, en kijk eens aan, als je uitstapt, en aan de zee inknokken, up, en iedereen is ontzien, en wow. Maar, allee, niet dat ik dat daar heb meegemaakt, maar dat gebeurt daar wel. Maar dan denk ik ook, ik ben perfect gelukkig vandaag, hè. Ik sta elke ochtend op, ik mediteer niet. Wat ik wel doe, is elke ochtend de boterhammen van mijn kinderen maken, en dat is mijn meditatiemoment, en dan overloop ik mijn dag. En elke keer is mijn besluit van, fuck ja, ik amuseer mijn eigen. Ik mag vandaag weer, zoals gisteren dan, gaan prediken over wat wij doen en wat de impact kan zijn als bedrijven ons volgen. En ik heb super toffe collega's. Wij hebben een super toffe missie. En de dag dat ik dat niet meer graag doe, dan stop ik er ook meteen mee. Ik heb ook in diezelfde corporates mensen weten zitten, 10-11 uur 's avonds, ik was nog aan het werken. Je ziet die er zitten, die liggen gewoon op hun bureau, te niksen. Je gaat er naartoe en je zegt van, kom dat jij hier nog zit, jong. Oh, dan moet ik naar huis en dan moet ik naar mijn vrouw. En, oh, die is dan weer aan het zagen. Ik blijf hier gewoon zitten. Dag in, dag uit. Jaren aan een stuk. En ik heb tegen mijn vrouw bijvoorbeeld ook gezegd, een dag dat ik niet graag naar huis kom, omdat ik weet dat jij thuis bent, dan gaan we het heen. Dan scheiden we. Kinderen of niet, maar dan stopt het. En... Dat is bij mij op het werkgebied zo.
Ik heb dat tegen Sarah ook gezegd. De moment dat wij niet meer samen door één deur kunnen, dan gaan wij een stevig gesprek moeten hebben. Ik betwijfel dat dat gaat gebeuren, omdat wij exact dezelfde mensen en visie... dezelfde mensen zijn en visie hebben. Wij hebben een bepaalde band ook. Wij amuseren ons. En ik heb dat thuis ook met mijn vrouw. Wij amuseren ons. En wij hebben niet de meest perfecte levensstijl zoals je op Instagram ziet. Wij zijn niet die wat is die wat je definieert als perfect? Er zijn heel veel mensen in onze omgeving die bijvoorbeeld zeggen... Hey Tim, waarom sta jij niet om 6 uur op? En waarom ga jij niet een half uur sporten? Ik bedoel, neem een coach. Ik weet dat ik vet sta. Ik kan gemakkelijk 20 kilo af. Ik ben eraan het werken. Ik ben enorm aan mezelf aan het werken ook, by the way. Hè. Dat is een van mijn doelstellingen. Dat ik, als ik 40 word, dus dat is nog 1,5 jaar vanaf nu, wil ik de beste versie zijn van mezelf. Dat is een van de beloftes dat ik mezelf gemaakt heb. Waarom? Omdat ik wel ooit is een heel sportief iemand en op mijn perfecte gewicht, maar ook mentaal. Hè. Dat ik ook mentaal... Scherp staan. Scherp en de beste versie ben van mezelf. Ik ben door mijn verleden qua opvoeding, maar ook qua historie, hè, dan met die kanker, ben ik uit een donker dal gekropen. Heel weinig mensen weten dat. Mijn vrouw weet dat en de mensen dicht bij mij weten dat. En donker? Ben je het echt niet meer zag zitten? Maar ik zeg het, ik heb een gigantische angst van de dood, dus ik had mezelf nooit iets aangedaan. Maar wel een donker al zien. Je voelde je niet goed. Ik was niet de meest gelukkige persoon. Ik was altijd slecht gezien thuis. Dus je vrouw mag een award krijgen dat zij het nog bij jou blijven is. Die mag een kast vol awards krijgen. Dat is... wat zij voor mij gedaan heeft toen en in het verleden, dat is iets... Ja, er moet een standbeeld gemaakt worden voor haar. En dat is, ik zeg dat niet omdat die een podcast is en dat ze dat zou horen. Maar ik zeg dat ook als ze dat niet hoort of dat niemand anders dat... Ja, natuurlijk. Ik zeg dat ook tegen mijn collega's. Hè. Mijn vrouw heeft een bepaalde angst van... Tim, ja, je zit nu in een business, hè. Je komt uit een IT. Dat is een kamer vol met piemels. Hè. Er zit geen enkel vrouw bij, of één. Nu zit jij in een industrie, in een bepaalde context te werken, waar dat je wel omringd bent door niet al te lelijke vrouwen. Hè. En dat is een van haar angsten, dat ze zegt van, ja, jij gaat mij ooit, als jij... Ja, binnenkort laat jij mij zitten, als jij mij een heel schone vrouw... Ik zeg, ten eerste, jij bent een schoon vrouw, en ten tweede, dat is mijn behoefte niet. Ik snap dat dat bij haar een angst is, omdat... Iedereen heeft zijn angst, hè? Maar dat is bij mij even goed. Maar ik ben daar niet mee bezig. Ik zie uiteraard ook dat ik omringd ben door niet al te lelijke mensen, hè, om het dan zo te zeggen. Je hebt het nu over mij. Over Peter, bijvoorbeeld. Hè. Dat is bijzaak. Mijn vrouw is mijn reddingsboei geweest en zij heeft... zoveel van mij geslikt als in shit te verduren. En zij was altijd die zondebok. Als ik thuis kwam van mijn 9-to-5 job, dat geen 9-to-5 job was. Meer 5-to-9 mode. Ja. En zij kwam thuis en zij was altijd de eerste tegen wie ik begon te zagen. Ik was altijd slecht gezien, een rot humeur ochtends. En ze is gebleven, hè. En ik heb dingen... Ja, ik heb mij soms echt als... De nestel gedragen. Ja, de lul gedragen. Ik heb mijn vrouw nooit bedrogen of andere dingen gedaan. Ik heb ze nooit afgerammeld, maar ik heb wel dingen... Ja, ik was niet de meest aangename persoon om mee samen te leven. Dus dat bedoel ik mee, ik kom van ver. Ja, ja. En nu denk ik wel dat... Ik probeer er te zijn voor haar, voor mijn kinderen, maar ook voor mezelf. Vroeger, wij ontbeten niet 's morgens. He? Kinderen een koek of een sandwich in een auto onderweg naar school. En dan dacht ik, oh, ik wil vanaf nu, en we zijn er nu 2,5 jaar aan toen, we staan op en we gaan samen ontbijten.
Want papa is soms 's avonds niet thuis, want ik moet weer al iets gaan vertellen, wat ik super graag doe. Roundtables, keynotes, mee of zonder Sarah, naar een event. Maar ik zeg, er is maar één moment in de dag dat we allemaal samen thuis zijn, en dat is 's ochtends. En we hebben daar zo een heilig moment van gemaakt, om ook even te connecteren met de kinderen. Omdat ik wil niet dat mijn kinderen later zeggen van, oh, papa was er nooit. He, dat is iets dat ik perfect over mijn ouders kan zeggen. Papa was er nooit. En dat wil ik bijvoorbeeld veranderen. En dat zijn allemaal dingen, ja, ik kom van ver. He. Ik was een egoïst. En nu probeer ik echt zoveel mogelijk te doen, maar door misschien, en dat is heel contradictorisch, maar door minder egoïstisch te zijn, minder materialistisch, verlies je een hoop vrienden. Omdat je niet voldoet aan bepaalde standaarden of ideeën. Omdat je niet meegaat in die regels die die groep eigenlijk... Ja, dat is herkenbaar. Nu, je spreekt dan net van... ik kan eerst een andere vraag stellen. Hè. Sarah is gekend als ze die met haar boom, die boom plant. Waarom heb je het dan specifiek gekozen voor... de tak van reductie van CO2, op IT, op business, whatever. Waarom? Er zijn toch andere manieren ook voor impact te maken? Bijvoorbeeld, ik kan nu heel aan een andere kant uit aan, maar het is nu toevallig van een post dat ik gisteren zag van iemand die Arno Raskin. Ken je Arno Raskin? Van naam, ja, maar... Ik zou liegen als ik zeg dat ik hem ken. Ja. Ja, ik ken hem ook niet persoonlijk. Ik kwam hem al heel lang op de podcast, maar dat is een heel moeilijk bereikbare mens. Of afgeschermde mens, liever. En die heeft mobile school. En die had zoiets van, er zijn zodanig veel plaatsen in de wereld waar kinderen geen toegang hebben tot onderwijs. En die laat zich sponsoren door bedrijven, maar die had dan in bedrijven keynotes gaan geven. Of zelfs neemt die managementteams mee in hele arme wijken. En met dat geld ervan bouwt hij dan mobile schools, letterlijk een kar, zodat er een bord aan hangt en krijt en al. Hè, zodat dat kinderen die geen toegang hebben tot onderwijs, toch een vorm van onderwijs kunnen hebben. Ja, je kon ook zoiets doen. Hè. Er komt binnen een paar weken komt er gelijkaardig verhaal als dat van jou. Arnoud Wouter komt langs. Lang ook corporate sales. Een heel goede verkoper trouwens. Fantastische kerel. En die lijkt nu diabetes. En ik vroeg hem ook, maar waarom doe je dat eigenlijk zo? En hij zegt, hetzelfde ik, wat je doet met mijn podcast. Je wilt impact maken. En dat is wat ik ook wil doen. Dus waarom heet dat specifiek? Hoe is dat CO2? Allee, ik zeg nu CO2 sustainability, als ik het zo mag zeggen. Ja. Hoe is dat op je pad gekomen? Ik zeg het, zoals ik er net zei, ik heb niet veel kwaliteiten. Ik ken twee dingen. Dat is IT. Mm-hmm. En ik heb gezond boerenverstand. En dus in die moment dat ik dacht van ik wil impact maken, dacht ik oké, ik zit in IT, wat kan ik in godsnaam gaan doen met IT? En op datzelfde moment, ik werkte op heel grote accounts, een stukje als pre-sales, beat manager, en kwamen wij bij bedrijven, mijn laatste werkgever was dan Orange, en wij kwamen bij bedrijven, bij die heel grote bedrijven, in vooral healthcare, banken, overheid, en een aantal van die mensen, niet veel, twee denk ik, apart van elkaar, maar wel in een tijdspanne van 2 weken, vroegen toen aan mij van, kerel, super tof wat jullie hier komen verkopen. En je zit bij de laatste 3. Hè. Het gaat nog over de prijs. Je komt hier een future-proof IT-oplossing neerzetten. Maar eigenlijk in je contract dat je erbij steekt, zeg je dat binnen 5 à 7 jaar gaan we een refresh doen. Hoe future-proof is dat dan? En zijn er geen alternatieven dan weer al diezelfde, ik zeg nu maar iets, Cisco of Dell, shizzle hier te plaatsen, ons weer al drukken in die een bepaalde vendor lock-in en
is er geen alternatief, Tim? Ik zeg gewoon, godverdomme, ja, misschien niet zo overdenken. En die tweede persoon die zei dan, dat was van een ziekenhuis, en die zei, we zijn wel wat zo wat bezig met waste, hè, in een healthcare een heel moeilijk probleem. Maar hetgeen dat jullie hier komen verkopen en die refresh van ons bestaand systeem, dat in dingen, dat is toch een hoop e-waste. Ik zeg, en toen eigenlijk op dat moment dacht ik, wie is daarmee bezig? Wie is met IT bezig, vanuit IT-kennis, maar ook met duurzaamheid van die IT? Hè? Hoe kan IT... En er waren een aantal nachten dat ik wakker lag en dacht van, hoe kan IT bijdragen tot een betere maatschappij? Minder energieverbruik, minder resource-noden. Hoe kan je met IT een duurzamer bedrijf worden? En duurzaam is dan zo die wollige term dat ik eigenlijk niet graag gebruik. En langs de andere kant, wat is de impact van IT zelf op de planeet? Ik zeg, ja, miljard. Eigenlijk twee goede vragen. En dan ben ik daar zo wat beginnen onderzoeken, als in Google. ChatGPT of AI bestond nog niet. Google wel. En ik heb zo wat gegoogeld en ik vond niks. Behalve één studie die Capgemini gedaan had rond IT sustainability. En ik dacht, jongens, die cijfers, dat is gewoon wakko. Er kwam eigenlijk uit, niemand is daarmee bezig. Ik denk 1000 CIO's bevraagd, van alle grote corporates in Europa. En 12% zijn van, wij gaan kijken naar IT sustainability. Dat is zo weinig. Goed. En dan, ja... Ik kende Tom Dekkers al, hè, van Merluno, die value propositions en bedrijven in de markt zetten en eigenlijk ook marktonderzoek doen. Mm-hmm. Dus dat met Tom besproken en Tom zegt van, Tim, misschien moeten we hier een Vlaio-traject van maken. Moeten jij subsidies gaan vragen bij Vlaio en kunnen we dat zelf, dat onderzoek dat gebeurd is door Capgemini, op kleinere schaal verder gaan uitbouwen en gaan kijken, is er inderdaad voor u als persoon... En met mijn vorige bedrijf is daar een plaats in de markt. Zijn bedrijven op zoek naar IT sustainability consultancy? Hey, wat is de impact? Wilde de CO2-footprint weten van uw IT-omgeving? En ten tweede, wilde vooral een beter georganiseerde IT hebben? En eigenlijk zo ben ik erin gerold. We hebben dan die subsidies gekregen, we hebben dat onderzoek gedaan. En dat bevestigt één op één eigenlijk het onderzoek van Capgemini. Maar dat bevestigde ook, en gelukkig voor mij... dat er toen vanuit Europa Green Deal en er waren een aantal regelgevingen die vandaag nog altijd in nationale wetten moeten worden gegoten. Maar er zijn een aantal regels of regelgevingen gepubliceerd geweest vanuit Europa in het kader van de Green Deal en klimaatneutraal zijn tegen 2050, wat dat volgens mij de grootste bullshit is van de wereld. Maar bon, laten we er toch naar sturen. Waarom? Hoe kunnen klimaatneutraal zijn? Dat bestaat niet, hè? Dat wil zeggen dat we niks kunnen doen. Hè. De enigste reden dat een bedrijf klimaatneutraal kan zijn, is dat het niet bestaat. Dat is mijn mening en ik weet dat ik daar gigantisch een andere visie heb dan vele anderen in onze industrie van sustainability. Maar je kunt niet klimaatneutraal zijn als persoon of als organisatie. Nee. Omdat de enigste reden... Dan moet je ook niet meer vliegen en op reis van en al van die toestanden. Maar dan moet je niet gewoon blote rondlopen, hè, in het bos. Dat is u wel, nee. Ja, maar nu niet, het regent hard. Maar je kunt dat niet. En wat wij dan wel gezien hebben, is dat een aantal van die bedrijven zeiden van, goh, ja, die dat we dan bevraagd hebben, we hebben dat natuurlijk ook met Merluno gedaan om die eerste leads te genereren. Maar vanuit die vraag van, kijk, hè, jij CIO of CISO als expert in de materie, wat is uw mening hierover? Heb je daar budgetten voor vrij? En hebben jullie daar zelf kennis rond of kunnen wij die voor jullie brengen? En dat was een aantal jaar geleden. En dan zeiden diezelfde mensen van, kijk, hè, we zijn er wel naar aan het kijken, maar dat gaat nog wel even duren, voordat we er geld aan geven. Maar nu wordt dat echt nu, afgedwongen, hè? Maar nu zeggen ze van, fuck Tim, hè, dezelfde bedrijfsleiders die dat wij een aantal jaren geleden bevraagd hebben, ik en Tom met zijn team, die komen nu terug naar mij en zeggen, ja, weet je nog, toen dat we zeiden dat we hulp niet nodig hadden, ja, shit, nu wel. Ja, want 40 miljoen euro...
250. CSRD zegt eigenlijk alle bedrijven boven een aantal KPI's, hè, dus meer dan 250 mensen, meer dan 40 miljoen euro omzet of 20 miljoen op hun assetlist in hun balance sheet, zullen een niet-financieel rapport moeten maken. Dus ESG. Dus E is environment, S is social, G is governance. En die bedrijven deden dat. Hè. Dus dat zijn een 50.000-tal bedrijven in Europa. 1800 in de Benelux, dus heel weinig. En een aantal van die bedrijven zei toen... Oh, Tim, wij doen dat al. Wij hebben dat rapportje al lang gemaakt. En wij doen onze CO2-calculaties. Ja, bon. IT, don't care, man. Want wij leasen alles. En bij eigenlijk, onze IT stoot niets uit. Hè, want al die laptops, bon, we kopen dat of we leasen die. Maar wij moeten dat niet rapporteren, hè, man. Wij zijn vooral aan het rapporteren wat onze wagenpark uitstoot. En ons gebouw, onze verwarming, onze energie. Maar in de Azure of in de AWS Cloud... heel onder neer PCRM, dat draait toch op iets? Dat draait toch niet op PlayStation? En dat is een beetje wat wij vandaag gaan prediken. Van, kijk, je hebt een e-mail versturen. Je ziet dat niet aan je laptop, je ziet dat niet aan je computer, maar je stoot CO2 uit per e-mail. Hè? Gemiddeld 4 gram. 4 gram CO2. Gemiddeld als persoon per jaar door IT-gebruik stoot je 22 ton CO2 uit. In een serviceorganisatie, hè? Dus echt IT-gebruiker. En geen zware IT-gebruiker. En maar let je dan op het feit dat je minder mails stuurt? Dat je minder achter je computer zit? Want, ja, bon, ik denk niet dat je... ik zeg ook altijd tegen bedrijven, je moet niet naar terug alles in steen gaan bijtelen, hè. Je kunt mailen, maar bijvoorbeeld, en we hebben dat gedaan bij een aantal van de Big Four, ze hebben gaan prediken en hebben de calculatie gemaakt van, kijk, als je nu een e-mail policy wijzigt, interne mails, we weten dat je de Big Four bent en we weten intern, al uw collega's, de 6000 man die voor dat bedrijf werken, weten wel hoe dat je eruit ziet. Of uw naaste collega's weten dat. Is het dan nodig dat je een e-mail stuurt met een of andere ronkende titel, want iedereen is director in die bedrijven, dat je ermee uitpakt met Great Place to Work, bannerkje, next big event, nog een foto en uw eigen foto erbij. Dat wil zeggen dat uw e-mail wordt zwaar. Elke mail dat je dan stuurt intern heeft een gigantische footprint. Hè. Dan zit het niet meer rond de 4 gram, maar rond de 50 gram CO2. Door puur een policy te introduceren, te zeggen, maar kijk, interne mails, gaan we al die marketing shit uit onze handtekening halen en zeggen gewoon, groetjes, Team Sterks, Working Donkey, telefoonnummer, die dat departement binnen de organisatie. Nu. Dat snap ik. Maar wat ik me dan afvraag is, hoe kijk jij naar... Je hebt net ChatGPT vermeld, hè, OpenAI, die nu Microsoft is. Ik weet, die draaiden op AWS, op Amazon. En ik hoorde van iemand die me vertelde dat om die een bazaar te laten runnen, dat qua infrastructure kost, hè, nou, op AWS, dat ongeveer $6 miljoen per dag is. Dus dat zijn serieus shitload aan servers en toeters en bellen om dat spel in de lucht te houden. Nu, we gaan discussiëren of dat AI of niet een impact gaat hebben. Ik denk dat dat geen vraag is dat je moet stellen. Ik denk dat dat er sowieso komt. Allee, komt. Het is er al. Het is er al, ja. Ja, het is dat. Het was er eigenlijk al heel de tijd, maar nu is dat een beetje meer gehyped. Heel die GPU's waar dat op moet draaien... Ja, hoe kijk je dat er naartoe? Want, wij gaan proberen gewoon weer al gezond verstand binnen te brengen. Waarom? Bijvoorbeeld in e-mail policy, dat is een voorbeeld, daar gaan bedrijven in die eens CO2 mee besparen, ze gaan daar niks over moeten rapporteren. Daar kan ik heel eerlijk over zijn, dat is puur... De Greta Thunberg in mei die zegt, yes, little win.
Maar dat is puur door dat te vertellen, door keynotes te geven. Dat, ik heb gisteren nog iemand gesproken en die zei tegen mij, Tim, ik heb u 6 maanden geleden gezien op een andere keynote en wij hebben nu intern beslist om onze e-mail policy aan te passen. Ik zeg, voilà. Dat heeft mij niks opgeleverd qua euro's, maar ik dacht, yes. Meer een steen verleggen. Dat is een klein steentje verleggen in een gigantische industrie. En wat zijn er zo nog van die dingen dat je heel short-term kan als bedrijf? Maar wij werken op het snijvlak, want het klinkt dan misschien allemaal heel wollig, in impact en CO2. Wij werken eigenlijk op het snijvlak van FinOps en GreenOps. Dus wij gaan vooral kijken van, oké, okay, DevOps-omgevingen bijvoorbeeld bij bedrijven. De typische DevOps, ja, die spint iets op, die testaccounts, en dan blijft die draaien, dat kost geld aan de firma. En op het einde van het jaar, okay, we hebben een OPEX-spend van zoveel miljoenen euro's, en wij doen een analyse en zeggen van, kijk, al die dingen die worden niet meer gebruikt, kust dat op. Hetzelfde met dark data. Dark data, wat is dat voor een beest? Dat is eigenlijk alle data, unstructured data, die... Untouched is voor 10 jaar, is dat zoiets? Ja, ik denk niet dat er per se een leeftijd op staat. Maar bijvoorbeeld, er is een studie die gebeurd is door, voor clinical trials. Hè. Er wordt enorm veel data verzameld om naar een bepaalde paper te gaan. Van al die data die verzameld wordt, wordt maar gemiddeld 12% opnieuw gebruikt. Dat wil zeggen, en dat wordt dan meestal in de cloud of in een on-prem datacenter bewaard, al die andere data, die bijna 90% data, wordt nooit meer opnieuw vastgenomen of gebruikt. En door die bewustwording te creëren bij bedrijven, gaan zij... Zeg van, oké, we gaan er eens naar kijken, we gaan een analyse doen, we gaan die data mappen, en je moet dat niet van vandaag op morgen gaan doen, maar je gaat wel kijken welke data gaan we nu de komende 2 jaar opnieuw vastpakken. En dan ga je die op een andere storage tier in je cloud zetten, en dan ga je meer naar een cold storage dan een hot storage, en ga je minder geld uitgeven, maar tegelijkertijd ook minder CO2 uitstoten. Hetzelfde met idle server detection in grote datacenters. Er zijn banken die vandaag niet weten hoeveel idle of near-idle servers ze hebben. Kunnen wij dat inbeelden? Ik heb letterlijk... Ik had het bedrijf nog niet vernoemd natuurlijk. Maar letterlijk een klant had die server zat dat hij voor betaalde, dat hij gewoon niet gebruikte. En ik zeg, by the way, hij gebruikt die server niet. Zou dat beter niet afzetten? Maar dat betekent dat je factuur gaat verlagen, Peter. Ja, en? Ik zeg, maar gebruikt hem niet. Je doet er niks mee, ik ga het laten checken. Je gebruikt het niet. Ja, dus oké. Nu, maar ik ben ervan overtuigd dat er ook een deel van die bedrijven, ja, het is goed, sterks, weet je, die bullshit interesseert me niet, maar ik moet het toch doen, ik ga wat dingen doen, zodat de wereld denkt dat ik de zeehonden aan het rennen zijn en dat ik wat minder scheten laat en voor te greenwashen. Hoe sta je dat tegenover? Dus hebben wij eigenlijk... Of bestaat dat niet? Dat bestaat zeker en vast. Allee, ik zie dat iets minder. Ik denk dat Sarah met GoForest dat veel, veel meer meemaakt. Hè. Bedrijven die zeggen, we gaan 50 bomen planten, maar we gaan wel communiceren dat we er 5000 hebben geplant. Ja. Vandaar dat wij nu ons eigen dashboard hebben, zowel met GoSmart als met GoForest en de andere bedrijven onder ons ecosysteempje, dat wij transparant communiceren. Dus behalve authentiek zijn, zijn wij ook super transparant. Als Sarah een bos plant en dat bos wordt ziek, zal dat gecommuniceerd worden. Als wij iets doen bij een klant en wij zien of wij schatten een CO2-reductie van 1000 ton of een kostenoptimalisatie van zoveel miljoen euro of honderdduizenden euro's, en dat is veel minder dan wij ingeschat hebben, zullen wij dat ook gaan communiceren. Wij geloven dat daar alles begint. En gelukkig is er de CSDD, de Corporate Sustainability Due Diligence regel vanuit Europa, waar dat die grote bedrijven vandaag ook moeten transparant communiceren over wat dat ze aan het doen zijn. En daar gaan wij helpen. Maar je hebt eigenlijk ook altijd twee kampen. Je hebt mensen die werken in duurzaamheid, die zeggen van, voor de big oil companies, of voor de banken, daar gaan wij niks voor doen. Of voor de grote IT-spelers, daar werk ik liever niet mee.
ik heb heel bewust gekozen om dat wel te doen. Als een Total Energies naar mij komt en die zegt, we hebben dat gehad met een hele grote speler in rubberen banden, ook een hele vuile industrie, en die zei tegen mij, zie Tim, ons businessmodel gaan wij niet kunnen veranderen. In die end gaan wij nog altijd rubber gebruiken, we gaan nog altijd banden maken en we gaan daar nog altijd enorm veel verkopen. Want dat slijt en dat blijft. Een auto zonder banden, het zal nog niet voor vandaag zijn. Of zonder rubberen banden. Dus dat is ons businessmodel. Wij werken naar geld verdienen. Maar het enige dat wij kunnen doen als organisatie om te gaan verduurzamen, of een van de weinige dingen, is er wel voor zorgen dat onze IT zo weinig mogelijk CO2 uitstoot. Er waren een aantal mensen die zeiden tegen mij, maar, ja, je wilt toch niet voor zo'n bedrijf werken? En dan zei ik, en dan vind ik, als wij het niet doen, wie gaat het dan in godsnaam wel doen? En als morgen een Total naar mij komt en zegt, Tim, willen jullie voor ons dingen gaan doen, gaan wij twee dingen zeggen. Eén, ja, maar wij gaan super transparant zijn. Naar jullie toe, maar ook naar al jullie stakeholders. Yeah. En ik denk dat daar het evenwicht moet zitten. Plante jij als heel grote retailer 11 bomen, omdat er 11 mensen in dat jaar 50 jaar worden, van uw tienduizenden werknemers en je plant 11 bomen, dat kost u nog geen 30 euro, of net wel, dan ga je niks anders kunnen beweren dan dat je dat gedaan hebt. Mm. Wat dan nog altijd beter is dan 0 bomen, bijvoorbeeld. Als wij een track gaan doen met een hele grote corporate en die heeft niet veel budget, ja, dan doen wij dat. Omdat je dan toch iets gedaan hebt. En er zijn bedrijven die zeggen, nee, dat doen wij niet, want het is niet genoeg impact. Maar ik vind dat we naar die systemische aanpak moeten gaan. Wat bedoel je daarmee met systemische aanpak? Dat je niet moet beginnen... wat ik nooit gedaan heb, is mee gaan lopen op een of andere klimaatmars. Ik geloof daar... Ik vind dat het goed dat dat gebeurt. Ik vind dat heel goed voor bewustwording te creëren. Maar ik ga dat nooit doen. Meer naar de consument toe. Ik vind dat je... Dat wij impact moeten maken, wat je impact kunt maken op grote schaal, en dat is in je 9-to-5 job. Allee, we zijn zelfstandig, dus het is 24 op 24 eigenlijk. Maar je bent veel meer aan het doen, vind ik, dan dat ik in het midden van de week in Brussel een halve dag ga betogen. Als ik op die halve dag ene klant kan overtuigen om bijvoorbeeld zijn data in kaart te brengen en die effectief te gaan opschonen, dan hebben wij een veel grotere impact gehad dan dat ik een halve dag met een pamflet door Brussel wandel. En dat is een beetje mijn visie van... Ik ben ook gestopt met tijdverscheiderij gewoon. Je moet iets gaan doen. Je moet meetings hebben met mensen waar je in gelooft dat ze ook iets gaan doen. Als ik in een meeting kom en ik voel na 2 minuten dat niks is, dan gaat die meeting voor mij niet langer dan 1 kwartier duren. Maar als dat een meeting is van een half uur, wat ik voel dat de intentie er is, dan kan die meeting 2-3 uur duren. Wanneer ga je content zijn met Go Digital? En zo voor jezelf zo'n bepaald... Is dat dan zoveel kilo CO2 uitstoot? Of zoveel... Of 100 mensen in die voor mij, allee, of mij om mogen werken... Heb je dat voor jezelf zoiets, wanneer je content bent? Ik had voor mezelf dat ik blij ging zijn dat wij 10 mensen hadden kunnen overtuigen dat er iets moest veranderen. Dat was helemaal in het begin. Dat ik dacht van, oké, het is zodanig ongekend, de materie, want IT, sustainability. Gisteren nog een keynote gegeven voor een zaal vol CISO's en CIO's. En ze wisten het zelf ook niet. Van, oh shit, ja. Is dat de impact van data? Is dat de impact, ook op vlak van security? Hè? Een betere georganiseerde IT-omgeving zorgt voor meer security. Maar ze weten niet wat de impact is op CO2, op resources. Hè? Hoeveel materiaal zit er in een smartphone? Waarom heb jij als bedrijf een policy dat iedereen om de 3 jaar automatisch een nieuwe laptop mag hebben? Met alle respect, maar heeft de dame aan de balie om de 3 jaar een nieuwe high-performance laptop nodig? Denk het niet. DevOps-kerels wel. Grafici zeker wel.
Maar alleen een simpele, allee, met alle respect, maar een gewone sales guy. Die kan met een gewone laptop 5 jaar voort. Verleng die levensduur intern, dat heeft een gigantische impact. En je gaat daarop moeten rapporteren, ze weten het niet. En ik dacht toen heel, dacht van niemand kent het. Als we nu 10 mensen of 10 bedrijven kunnen overtuigen om met ons te werken, dan ga ik blij zijn. Zijn wij het jaar erop failliet, dan hebben we die 10 toch kunnen overtuigen. Nu sta je intussen wel veel verder, toch? Ja, we staan iets verder, ja, dat zeker. Maar dat is iets wat zowel bij mij als bij Sarah, maar evengoed bij een Wim, die bij ons ook werkt, wij zijn eigenlijk nooit tevreden. He, dus je wint een grote deal. En dan... Ik was van de week op een conferentie in Sven Nys sprak. En Sven Nys zei van, ja, iedereen leeft, en dat is zijn mening, en dat is niet mijn mening, en hij zegt, iedereen leeft om zoveel mogelijk van die hoera-momenten in zijn leven te hebben, om te zeggen, yes, zie wat ik gedaan heb, en zoveel mogelijk je handen in de lucht te steken. Zoals dat ik deed op mijn fiets. Zoveel mogelijk juichen. En ik dacht, ik leef voor de kleine momenten. Ja, ik geloof daar ook niet in. Ik leef voor de momenten dat ik thuis kom, en dat mijn dochter... Omdat die kleine momenten net de grote dingen zijn, hè. En dat zijn de momenten dat je op die moment niet beseft, maar 5 jaar later denk je van, shit, dat was de moment. Nu, op vlak van sales of targets, hebben wij KPI's gezet. En we zitten natuurlijk nog altijd in een financiële model. Hè. We moeten ook elk kwartaal ons budget halen. We moeten elke maand zien dat we ons een target gehaald hebben op vlak van inkomsten. Maar ik heb mijn target gezet als in zoveel ton CO2 gaan wij avoiden of reduceren. En dat is een hele groene target, wat je dan natuurlijk bij anderen niet meer moet afkomen. Ze zeggen, Tim, heb jij je budgetten gemaakt? Wat zijn uw targets? En ik zeg tegen collega's binnen de groep, hè, van ja, wij mikken naar een reductie van 10.000 ton CO2 deze maand. Nee, wat zijn uw financiële targets, hè, Tim? Ja, dat is een debiet, hè. Maar eigenlijk is dat 1-op-1 gelinkt. En wanneer ga ik tevreden zijn? Ik denk nooit. Maar dat geeft ons ook die drive om elke morgen op te staan en te zeggen, oké, let's go. Als wij zeggen van, we zitten eigenlijk al ruim boven die paar duizend ton dat we hadden gedefinieerd. Als wij tevreden zouden zijn, dan zouden wij zeggen, zoals een typische sales in een big corp, lay back, het laatste kwartaaltje gaan we niks niet meer doen. Maar ik ben niet tevreden, omdat als ik zie wat er aan het gebeuren is, is het niet oké. We moeten veel, veel meer en veel harder gaan. Maar ik ben niet tevreden omdat het nooit genoeg zal zijn. Maar op zich ben ik al wel een meer tevreden mens dan een aantal maanden of jaren geleden. Omdat je ziet dat er wel een verandering is aan het komen. Nu moest je kunnen opnieuw beginnen als ondernemer. Wat zou je anders doen? Wat zou de big takeaway het inzicht? Ik zou... Ik heb fouten gemaakt. En ik denk dat die... fouten heeft. Meer lessen, dat leert nooit. Ja, hey, ik zei synchroniciteit. Ik geloof nog altijd dat dingen gebeuren omdat ze moeten gebeuren. Ook de slechte dingen. En ik heb misschien met een aantal mensen een bedrijf gerund of gestart waar dat ik iets minder op mijn buikgevoel heb gewerkt, maar puur vanuit het rationeel van, oh, met een die, wow. Ja, wij gaan knallen. Moest ik opnieuw beginnen, zou ik 100% op mijn buikgevoel werken, wat ik vandaag doe. Zowel met klanten, als met venoten, als met werknemers. Puur op buikgevoel en minder gaan kijken naar, maar ik wist, bijvoorbeeld met een werknemer, CV, wat is dat? Vandaag doen wij dat niet. Wilde jij voor ons werken? Ja. Heb jij de drive? Ja. Voel ik in 1 of 2 gesprekken dat je dezelfde visie en missie hebt? Let's go. Het interesseert me geen bal. Of dat jij nu 6 masterdiploma's hebt of niet. En gelukkig heeft Sarah dat ook. Wij gaan puur op ons buikgevoel. En
in 90% van de gevallen hebben wij hetzelfde gevoel over mensen, over klanten, over medewerkers. En hoe zie je leven er binnen 10 jaar uit, professioneel? Ja, ik hoop hetzelfde als vandaag. Mal 100.000 miljoen. Ja, maar voor mij gaat dat totaal niet over die miljoenen. Nee, nee, mensen, nee, nee, maar bedoel dat niet. Bedoel gewoon. Maar wel pakken, maal ja, x. Ja. Hè, er heeft ooit iemand van een Big Four, die in Zaventem zitten, hè, tegen mij gezegd, waar wilde jij staan binnen 15 jaar? En dan heb ik gewoon gezegd, omdat ik het een beetje aan het krijgen was, zeg, kerel, dan hangt mijn logo aan die muur en is dat van jullie eraf. Om heel cocky te zijn, maar dat is niet mijn drive. Ja, want hey, die CRDC? CSRD, ja. CSRD. Ja. CSRD. Dat is de Corporate Sustainability, CSR. Reporting Directive. Ja. Reporting Directive. Die is hot. Dus moet ik je heel rationeel bekijken. Business komt goed binnen, je bouwt een goede naam op. Er zijn er heel weinig die dat doen. En morgen komt er iemand, die belt je op, zegt Tim, we need to talk. Ik wil het spel kopen. Ze geven je een proposal, you cannot, een offer you cannot refuse. Dat is ook iets wat wij intern al hebben besproken. Ten eerste geloof ik niet direct dat dat gaat gebeuren. Maar dan nog, dan moet dat een stevige proposal. Want ik zeg het, ik wil mij amuseren. En neem mijn kind af, als in Go Smart Digital. Wat ga ik dan doen? Dan ga ik mij niet meer amuseren. Ja, maar dat is het effectief, hè. Dat is het wel, hè. Ik bedoel, ik het dan voor hoeveel geld dat afgeeft, maar... Ik zeg het. Moet je ontplooien in een of andere corporate? Ik heb er zo zien veranderen en ten onder gaan. Effectief. Een offer gekregen, verkocht. Doodongelukkig. En ik weet dat ik... Niet dat ik ooit heb verkocht, maar ik heb die moment dat ik mijn auto ging halen, een aantal jaren geleden... Dat je in je auto zit en je denkt, oké, is dit het? En dat gaat hetzelfde zijn. Dat is ook zo. Je gaat verkopen, jij weet dat. Ik denk, als wij verkopen, dan verkoop ik mijn ziel. Dat klopt, ja. En wat ga ik dan doen? Ik moet volgende week een spreekbeurt gaan geven in de klas van mijn zoon. En dat is met heel veel liefde dat ik dat doe voor hem, maar ook voor mijn vak. En voor hetgeen dat wij aan het doen zijn. En hoe moet ik in godsnaam tegen 10-jarigen gaan zeggen wat de impact is van data? Forget it. Maar ik ga dat wel doen. En Sarah heeft bomen geregeld voor al die kinderen. Dat we elk kindje een boom kunnen geven. En ja, ik denk, moesten we op dat punt komen dat je echt miljoenen kunt cashen. Want in die end wilde ook vooral zien dat je kinderen later financieel... En er is ook niks verkeerd. Nee, tuurlijk. Absoluut niet, hè. Ik denk dat je gaat plooien. Ik denk dat wel. Dat je op een bepaald moment zegt, oké, check, binnen. Dan denk ik dat ik ga doen wat ik eigenlijk vandaag ook doe, is blijven gaan spreken. Is dat voor scholen, voor instituten, voor bedrijven? Ja, en ik denk wel dat er mogelijkheden bestaan... Er zijn intussen ook heel veel VC's die ook green sustainable, die daar ook een impact wil maken. Of bedrijven met leiders die daar ook achter staan. Hè. Waarbij dat je wel de spelregels een deel kan gaan afdwingen van goed, dat is de deal. Maar dat zijn wel de terms en conditions qua impact, qua... moet je dat gaan zeggen... Stel je nu voor, en ik moet dat niet voor jou gaan invullen natuurlijk, hè, dat je groeit naar een bedrijf van 300 man of vrouwen, hè, of alles wat ertussen zit qua... zie ik jou heel veel inspirerende keynotes even, maar zie ik jou niet in operationele, dagdagelijkse manager-toestand doen, eerlijk gezegd. En Excel-toestand. Dat denk ik niet, voor zover dat ik jou ken. Snap je dat naartoe wel? Dus dat betekent dat je rol ook
normaal dat bedrijf groeit, verandert. Dat gaat ook voor Sarah trouwens. Maar het... Ja, maar dat is ook zo. Ik ben super slecht in operationele dingen. Dat is ook de reden dat Wim bij ons is gekomen. Ik en Sarah, wij gaan inspireren, wij gaan in die connectie, in die verbinding met die klanten, met die personen. Wij doen nooit sales. Wij gaan altijd gewoon in gesprek. Ik pitch nooit ons bedrijf. Ze gaan dat leren kennen, want ze willen toch weten wat we doen. Wij gaan vooral luisteren en voelen. En daar zorgt voor een vrij hoge succesrate in vragen van offertes en trajecten. Maar wij... Ja, die geteend worden. maar dus, wij gaan... Allez, wat ik heel slecht in ben, is dan opvolging. Ik weet dat. Pas op, hè, en dat is met het grootste respect voor onze klanten. Ja. Maar vanaf dat de klant bij ons getekend heeft, moet er iets gedaan worden. Hè. Wij zitten niet in de productbusiness, wij hebben geen SaaS. Wij gaan niet gewoon, hier is uw software en ja, tjaukes bijkes, volgend jaar nieuw factuur. Wij moeten gaan deliveren. Wij moeten effectief een consultancy track ingaan. Wij moeten van alles gaan doen, dat vergt veel tijd. Dus daar gaan wij, en daar is mijn valkuil, dat ik soms dingen vergeet. Ja. En hoe kijk jij naar, je zit aan het groeien, 100 mensen, we gaan daarmee beginnen. Hoe kijk jij naar leiderschap? Hoe kijk jij naartoe? Want we komen uit de corporate structuur. Heb er ook heel wat toxische leiders, alpha males. Hè? Allee, en ik bedoel dat niet qua slag, maar ik bedoel echt qua, qua de verkeerde alpha male. Hoe kijk je daar naartoe? Heb je dat daar al over met Sarah over gehad? Of kijk je daar voor jezelf naartoe? Nou, ik denk dat ik... Ten eerste, ik heb dat leadership stuk... Daar heb ik ook een cursus voor gevolgd aan de KU Leuven. Om te weten van, oké, wat voor type leider ben ik? En ik wil eigenlijk geen leider zijn, eerder een coach. Er zijn heel veel mensen die zichzelf voorstellen, en daar word ik echt zo ziek van als ze dat zeggen. Het eerste dat die tegen mij zeggen, hey Tim, hallo, ik ben Jos en ik ben investeerder. En dan denk ik, tof. Maar ik wil investeerder zijn in... Niet in centen, want ik heb ze niet, maar wel in mensen. Ik wil investeren van onze kennis die wij hebben te laten doorvloeien naar die mensen die effectief die een drive hebben bij ons. En er moet gestuurd worden in een organisatie. Ik geloof ook dat dat onze rol is, van mij, Sarah, en zeker ook Wim, dat wij moeten sturen en de mensen een bepaalde purpose geven. En zien dat onze trajecten ook perfect delivered zijn. Maar ik geloof niet in zaken zoals micromanagement. Nee, ja. Van ja, elke maandag, elke dinsdag, elke woensdag op kantoor en 2 dagen remote. Onze mensen mogen 100% remote werken, zitten ook dikwijls bij klanten. Ik geloof in gelijkheid. En dat klinkt misschien voor de mensen die voor mij werken, maar... Ik werk graag met de mensen die voor mij werken. En iedereen... Het is niet omdat je CEO zit, maar ik meer ben ook, ik ben ook niet de CEO van een bedrijf van 6-7 mensen. CEO. Ik ben dat niet. De enige reden, en dat heb ik van Sarah, is dat wij zeggen dat we CEO zijn tegen andere CEO's. Maar wat ben ik? Ze noemen dat zelf toch Chief Ecological of Environmental Officer of zoiets? Ja, maar dat is CEO. Ik ben geen CEO. Ik ben misschien de founder. Wat ik wel zeg, ik ben een pionier. Daar ga ik wel heel categoriek in. Ik ben de pionier in IT sustainability. Als er iemand anders zegt dat een pionier is, zeg ik dat is bullshit, want dat was ik. Ik was er al bij bezig toen dat jij nog ergens anders zat. En daar ben ik wel heel beschermend over. En dat is dan het Antwerps... stukje in mij dat zegt van, ik ben de pionier. Alright. Maar meer niet. En... Hij zei het dan net van, ja, de cent, die heb ik niet. Nu, was dat dan een half uur geleden bezig over mindset, ik wil de beste versie worden van mezelf. Ik zelf geloof dat
een deel van een growth mindset. Je hebt een fixed mindset en je hebt een growth mindset. Fixed mindset is dat is het en je kunt daar niks aan veranderen. Growth mindset is van, oké, je hebt een aantal dingen meegemaakt in het leven. Ik geloof ook niet trouwens dat alles maakbaar is. Daar geloof ik niet in. Er zijn nu eenmaal dingen die gebeuren. Waarom dat gebeurt, dat je ziek geworden is. Het nest waarin dat je opgeroeid zit. Je kunt daar heel spiritueel over doen. Ja, ik heb mijn ouders gekozen en dit is waarom dat ik hier op de wereld gekomen ben. Het kan best zijn. Ik kan u zeggen, ik heb mijn ouders niet gekozen. En als ik zou kunnen kiezen... Ik weet het, Tim. Maar goed, maar dat is zo heel die spirituele uitleg daarover. Dat kan. Goed. Ik bedoel, het is dan maar wat dat is. En dus dat bedoel ik, er is een deel die... Allee, er zijn mensen, die hebben zo'n strekking, de 5 AM Club. Alles is maakbaar. Kies daarvoor, alles is maakbaar, de mindset. Dat is zo'n hele Tony Robbins-strekking. Alles is, want Tony Robbins ook, dat is... Die kwam ook niet bepaald uit een heel show nest, ik bedoel... En die doet ook heel toffe dingen, eerlijk gezegd. Die gaat letterlijk op kerst heel veel dingen, heeft die stichting, omdat die mensen die niet kerst kon doen, dat die een kerst bezorgd, omdat hij zelf niet had. Hè? En is zelf janitor geweest, in een auto geslapen en al. Allee, ook een heel trieste verhaal. Maar die is niet bij de pakken blijven zitten. En dus wat ik eigenlijk wil zeggen, is dat er is een deel die je overkomt. Het is dan wel wat je kiest, wat je daarmee doet, of dat je dat in die slachtofferrol gaat blijven zitten of niet, voor de rest van je leven. Hè? Of, ik ga het nog wat dieper gaan, iedereen is getraumatiseerd. Iedereen heeft zijn trauma's. En bij de ene is dat extreem erg. En de andere is dat iets minder erg. En de vraag is, ja, wat ga je daarmee doen? Hè? Kan ik ook blijven zijn, boehoe, hè? Ik kan proberen uit de wereld te gaan. Ik heb het niet gedaan, hè? Maar boehoe. En dus is er een deel dat ik kan aanpakken. Dat je zegt van, oké, bijvoorbeeld naar mijn kind toe, heb ik zoiets van, ja, bon... Ik wil de stukken die in mij zitten, wil ik aanpakken. Wil ik daar iets mee doen? Healen, ik dat wel zeggen. Hè? En tegelijkertijd leven we ons leven en proberen er het beste van te maken. Maar op een bepaald moment, en een deel van die mindset, kun je kiezen voor scarcity of kun je kiezen voor abundance. Hè? En dat is op alles zo. Maar als je zegt van, ik kies in mijn leven voor abundance, dat wil zeggen dat ik wil me goed voelen, ik wil de natuur... Er zijn sterren genoeg, er is grassprieten genoeg, maar ook bijvoorbeeld van geld. Ik verdien het, ik ben het waard om geld te verdienen, veel geld te verdienen. En, maar dat geld wil ik dan weer circuleren om goede dingen mee te maken, impact te maken, mensen aan te werken, whatever, de toestand, een boom te kunnen geven aan kinderen of zo, of een deel kunnen weggeven voor mensen die het minder goed hebben. Omdat je zo een bepaald moment zei, ik heb het niet geld, maar er nu toch, of je zit toch nog een mindset aan toe aan het werken, waarbij dat je geld nodig hebt, dat je het waard bent om geld te verdienen, om dat te kunnen herinvesteren in een betere wereld. Ja, maar tuurlijk. Ik denk dat we niet moeten... Tuurlijk. Nee, maar ik denk, je moet ook niet hypocriet zijn als we geen geld nodig hebben. Maar ik heb nu specifiek over jou, Tim Sterks, dat je dat waard bent, dat je dat verdient. Ja, maar daar ben ik ondertussen ook al wel achter. Vroeger, ik keerde mezelf geen loon uit. Omdat ik zoiets had van, ja, één, wie ben ik? In het begin van mijn ondernemerscarrière, je moet ook op je centen letten. Maar vandaag heb ik, en Sarah ook, beslist van, het is genoeg geweest. Wij zijn hier wel degene die hier van 's morgens tot 's avonds tot in het weekend werken. En dus je bent het waard. Dan mogen wij wel iets verdienen. Ja, natuurlijk, van eerst, oké. Nu, laatste vraag, hè, want we zijn al een tijdje bezig. En in Antwerpen studeert, hè? Mechelen. Of Mechelen, ja, goed. Dat is de parking. Moet nogthans zijn, Dine Côté vanaf Sint-Niklaas naar Antwerpen toe, ze kunnen er ook wel mee, hè? en we gaan uit en, aan de vismarkt. Want er is aan eten en aan drinken in Mechelen. Ja, en toen je 18 was, Mechelen was nog altijd... Nu is dat ça va, maar... Ja, maar toen... Maar toen was dat niet zo heel veilig, de brul en al. Dat begon te schemeren. Wat zou je 18-jarige zelf zeggen? Privé, professioneel, als je hem tegenkomt? En niet van, ja, ik heb dat meegemaakt en allemaal redenen. Nee, maar nu... Als ik mezelf nu zou tegenkomen op café bijvoorbeeld. Ja.
als ik 18 jaar ben, ja. Ik kan u zeggen, als ik 18 jaar ben, zat ik, denk ik, dan had ik net mijn vrouw leren kennen, toen mijn vriendin, net. Maar pakt vlak ervoor, hè, dan zou ik tegen mezelf zeggen van, je gaat het niet geloven, maar het zal toch nog goed komen. Want ik geloofde het toen niet dat het goed ging komen. En het is geen dat je er juist zei, van iedereen heeft zijn trauma. Ik heb dat van mij zeker en vast ook. Maar het is hoe dat je ermee omgaat. En mijn vrouw bijvoorbeeld zegt tegen mij, Tim, iedereen zijn rugzakje is niet even groot. En ik heb wel het geluk gehad dat ik een hele grote rugzak heb. Dat er heel veel is ingegaan en dat ik die de voorbije, ja, van mijn 18 tot nu, 20 jaar heb kunnen leegmaken, die rugzak. Dus dat ik toch een aantal dingen heb kunnen afsluiten en verder gaan. Maar toen, als ik 18 jaar was, geloofde ik dat niet. Dacht ik, fuck, ja. En om heel concreet te gaan, ik en mijn broer, wij zijn daar eigenlijk goed uitgekomen. Ik heb nog een ander broer. Dat is een vogel voor de kat. En dat is puur omdat hij in zijn... En wat bedoel je daarmee, vogel voor de kat? Ja, heel zwaar terugverslaafd. Ja, okay. Geen werk. Maar we hebben eigenlijk allemaal hetzelfde meegemaakt, dezelfde opvoeding gehad. En het is hoe dat je ermee omgaat. En ik geloof wel dat, zowel bij mij als bij mijn broer, dat mijn vrouw bijvoorbeeld daar een gigantische rol heeft ingespeeld. Maar dat faciliteert jezelf ook wel een stuk. Het is omdat ik heb een ongelooflijke... Drive om te leven? Drive om te leven en een bewijsdrang. Mm-hmm. Net naar een aantal mensen waar ik eigenlijk van weet... Word ik nu de grootste ondernemer, de nieuwe Elon Musk, dan nog heb ik niet genoeg gedaan voor die mensen. Dus ik weet dat ik aan die mensen mezelf nooit kan bewijzen, maar dat is er wel. En ik denk dat... Had dat niet weg hebben, die bewijsdrang? Want ik heb dat ook enorm gehad. En dat gaat ook nooit 100% weg, maar... Maar dat is al een heel groot stuk geminderd. Maar ik denk dat... Ik zou tegen mezelf zeggen van... Trust the process. En geloof je dat er... In het begin begon je met... Ja, ik ben niet religieus en al. Maar geloof je dat er iets is die groter is dan jezelf en die je daarin ook draagt? Pas op, je moet werk ook doen, hè. Dat wil niet zeggen dat je dat gewoon kan stilzitten, maar... Ik geloof wel dat er een bepaalde kracht is. Hmm. Er zijn dingen die gebeuren... Die dat je een stuk zelf onder controle hebt, maar die ook gebeuren omdat ze moeten gebeuren. Nee, dat voorbeeld van ik moet die een dure auto hebben, ik denk dat... Je hebt zo de butterfly effect, hè, ja. van die toestanden. Ik geloof nog altijd dat moest ik één ding anders gedaan hebben, dat we niet hadden gestaan waar we vandaag staan. Ja, moest ik bijvoorbeeld niet gezegd hebben, ik wil die een auto, had ik nooit bij BT begonnen. Had ik nooit in IT misschien gezeten. Ja, het is dat. En dus ik denk dat alles wel moet gebeuren met een bepaalde reden, maar dat je dan een bepaalde duw krijgt van het universum of zo. Bijvoorbeeld, ja. Mijn ziekte. Hmm. Hè, want ik heb dat dan 2 maal, want een jaar later terug naar het ziekenhuis. De andere, gelukkig hebben ze die niet moeten wegnemen, maar hebben ze toch ook wel mij opnieuw geopereerd. Die wake-up call is bij mij wel nodig geweest om wow, oké, okay, want anders had ik koers misschien... te wijzen, ja, in het van, leven. Oké, okay, wow, heel even terug. En nu doe ik dat bewust. Dat ik zeg van, oké, okay, in het weekend, met mijn gezin, de natuur in. Ja. En deconnecteren, afstand nemen, letterlijk en fysiek. Ik weet het, we werken in de duurzaamheidssector. Vliegen mag niet. Maar ik ga graag op vakantie, ik ga graag weg met een auto. Echt fysiek afstand nemen van mensen en het werk. Om tot bepaalde inzichten te komen. En in het verleden worden daartoe gepusht, denk ik, door bepaalde krachten. En vandaag gebeuren er nog altijd dingen dat ik denk van, wow, allez. Je komt mensen tegen die... Ja, bijvoorbeeld, wij hebben elkaar ontmoet op een feestje bij Kronos. Mm-hmm. Ja, bon, ik denk dat... Ik heb daar heel bewust voor gekozen om
onder Kronos ons bedrijf onder te brengen. Ondanks heel veel kritiek van mensen. Ik heb dat toch gedaan. Nog geen spijt van gehad. Er zijn... Ja, moest ik dat niet gedaan hebben, hadden wij elkaar nooit ontmoet. En vanaf de eerste seconde dat wij elkaar zagen, was er een klik. Maar ik kan je wel al gezien, hè. Want ik ben Sarah tegengekomen in Gent, in zwart-wit. En hij zat ernaast. Dat was net het begin dat jullie gingen beginnen. Maar ze hebben dat letterlijk verteld. Ze is naar mij gekomen en ze zegt, oh, dat is Tim. Ze is net begonnen. Just. Dus, en Tom Dekkers kent natuurlijk ook. Dus, maar dat is waar. En ik ben trouwens heel dankbaar dat wij elkaar kennen. Maar ik ook. Gekruist zijn. En ik wens het mezelf toe, en jou ook toe, dat me die band aan me neemt, dat dat een vriendschapsband kan in. En als je een feest heeft, mag je komen. Ja, ik kom naar dat Halloweenfeestje, hè. Dat is van Jules. Dat is van 6 jaar. Ik kom als spook uit Antwerpen. Ja, jij was dan vanmorgen overbeven over het spook. Ja, dus dat je het spook zou wel spelen. Je zou er niet veel over verkleden voor een spook te zijn, eigenlijk. Boe, boe. Ja. Zo met een Antwerps accent. Het klimaatspook. Ja, nee, maar dat is die luchtigheid, die. Dus ik vind je een... Ja, ik weet dat je niet gelooft over jezelf, maar ja, ik vind je echt een topkerel. Echt waar, ik meen dat het diepste van mijn hart. Het is een schone ziel en ik vind wat dat je doet en vooral wie dat je bent. Ik kan ook heel spiritueel gaan. Ik weet dat je dat niet zo bent, maar je hebt een bepaalde trilling, een bepaalde energie, een bepaalde vibe die... Ik ben overtuigd dat je ergens binnenkomt, dat je de trilling, dat je de energie van die kamer, van die room, van die mensen, dat je dat verandert. Maar die mensen beseffen dat niet, je beseft dat ook niet. Maar ik ben er wel echt overtuigd. Nu, als je een kop begint te krijgen, ga ik de eerste zijn om dat uit je kop te klappen als je een dikke nek zou krijgen. Ik weet het wel, hè? Antwerps, beter een Antwerpse dikke nek dan een West-Vlaams spraakgebrek. I know. Maar goed... Misschien is dat nu de een van de redenen waarom ik jouw leven ben, omdat je een klein beetje op de voetjes op de grond bent. Ik denk niet dat dat is, maar goed. Maar ja, ik vind je echt een topkerel, zowel privé als professioneel. Ik vind dat je het heel goed houdt met de haan naar boven gesneden bent. Dat was met geen naar beneden. En ik wens je ongelooflijk veel succes. En ik ga de eerste zijn om je te supporteren op je missie. En ernaast te staan en te zeggen, gaan man, bedoel, en blijven gaan. En ik vind ongelooflijk knap wat je doet en wie dat je bent. Oké, ja. Ik ben sprakeloos. Ik kan heel moeilijk komen met complimenten. Hè? Dus het enige dat ik kan zeggen is, dank u. Maar dat is ook de bedoeling, dat is ook al heel veel. Maar, ik geloof je nu, hè. Als je dat allemaal aan het vertellen bent, denk ik, nee, het beter, kom jongen. Maar ja, oké, dank u. Ja. Ik vond het heel fijn om hier te zijn. Heb je zenuwen? Nee, eigenlijk niet. Nee. Voelde dat? Nee, ik had dat niet. Nee. Ik wist ook niet wat ik ging vertellen. Hè. Mijn intentie is dat je... Ik wil natuurlijk wel een bepaald... Voor mij is het de rode draad is dat je leeft te leven en overleeft niet. En iedereen... zal wel vroeg of laat met iets geconfronteerd worden. Sarah, dat geldt ook voor Sarah. Hè. En dat is bij mij ook zo. En voor mij is het een intentie om dat verhaal dan naar boven te brengen, zodanig dat je zoiets hebt van... Ja, oké, als je dan in een slechte situatie zit en je hebt tot dan een slachtofferrol opgenomen, wel, dan is het een nieuwe dag die komt voor het die slachtofferrol te stappen en te zeggen van, het is nu genoeg geweest. Hè, is het nu traumatiseerd geweest? Probeert iets kleins te doen, of te zijn, voor jezelf de keuze te maken. Ik ga nu voor de rest van mijn leven, ik ga die een pagina omslaan, en ik ga er nu iets van maken. Ik ga een nieuw verhaal schrijven, die goed of slecht, allee, moeilijk dat ook is, maar toch proberen die 1%, die koers van mijn schip in dat leven, te veranderen. Want allee, er is een reden waarom dat je nog altijd bestaat en nog altijd leeft. Anders had het leven wel... Ja, allee, de dinosaurussen zijn uitgeroeid door de natuur, door het universum. Dus, er zal anders wel... Anders was het al gedaan voor je, dus maak er ook iets van. Ja, maar dat is wel... En dat moet je zeker nog toevoegen, maar dat is een hele belangrijke.
De dinosaurussen. De dino's, zeker. Maar ook, je moet leven. Je moet niet overleven. En dat is wat dat heel veel mensen doen. Ja, dat is. En ik heb dat ook gedaan, hè. Na een cook 5 en dan thuiskomen. Maar je moet leven. Ik moet mij amuseren. En je hebt slechte... Heel mooi leven, maar... Alsof dat elke dag de laatste dag is. Ja. De mensen die kanker gehad hebben, heel regelmatig hoor ik dan, dat ze zo'n een kankerdag of zo, noemen ze dat, inlassen. Gisteren, ja. Waarbij dat ze dan ding doen, alsof dat de laatste dag is. En toch gaan ze gaan, ja, weet ik veel wat, gaan bungee jumpen of zo. Of ja, whatever dat ze dan gaan doen. En ik vind dat wel... Allee, bijvoorbeeld, een van mijn dromen is, ik wil nog leren surfen met mijn zoon. Dat is iets dat in mij zit. Ik denk niet dat ik daar een goeie zal in zijn. Maar dat is iets gewoon dat ik gewoon hoesting heb om te doen. En ja, ik vind het gewoon belangrijk om dingen te doen waarbij dat je zoiets zet van... Ja, allee, doe het, alstublieft. Liever dat je spijt hebt van dat je het geprobeerd hebt, dat het niet gelukt is. Dan dat je op je 80ste zoiets zet van... Ja, shit, had ik dat nu helemaal gedaan? Mensen vragen me ook, maar waarom doe je die podcast? Dan brengt dat de geld op. Ja, dat brengt een deel geld op, maar het is vooral nog die impact kunnen maken. En dat is mijn ding. Het leven gaat over expressie. En het tegenovergestelde van expressie is depressie. Maar ja, en dat gaat over creativiteit. Kijk naar je kinderen, die creëren voor te creëren. En doordat we zo hard in ons hoofd zitten, door onderwijs, door het werk dat we in het verleden gedaan hebben. En er is niks verkeerd met in je hoofd zitten. Maar luister toch naar je hart en voelt wat er daarin zit. En volgt ook dat pad een stuk. En probeert die twee met elkaar te verbinden en te combineren met elkaar. Ja, maar dat is zo... Ze zeggen dikwijls, the best is yet to come. He, dat wordt heel veel... Nee, ik geloof daar niet in. Je moet proberen van elke dag het beste te maken. En pas op, je hebt slechte dagen. He. Je hebt dagen dat je thuiskomt en je denkt, fuck, ik ben kapot, ik heb koppijn, ik voel me niet goed. Maar je moet van elke dag proberen het beste te maken, want voordat je het weet, is het gedaan. En als je dat kunt beseffen van... Ik geloof niet dat mensen zeggen van, het beste moet nog komen. Wie weet is het al geweest. En volgens mij is elke dag met zijn kleine momentjes, is er in elke dag wel ergens goud te rapen. Ik, bijvoorbeeld... ik was ergens, super slecht weer. En ik was eigenlijk met iemand ook aan het babbelen over ja, synchroniciteit en dat het leven veel meer is dan, amai, het is weer al slecht weer vandaag. Zever. En we waren bezig over het slechte weer die een dag. We zaten in zijn veranda en we waren bezig over het slechte weer en het klaarde op. Voor 2 minuten. En de zon begon te schijnen en er kwam een eekhoorn naar ons. Die stond recht. Die heeft een minuut naar ons gekeken, die was weg, en begon terug te regenen. En dan dacht ik, ah wel, dat was het type voorbeeld van, ja, dat is... er zit in heel veel kleine dingen iets moois, maar mensen zien dat niet meer. Ik reed elke dag naar Diegem, 's morgens vroeg, voordat de zon opkwam, de ring van Antwerpen vast. Na mijn operatie heb ik dat nog een aantal weken gedaan, naar Diegem. En dat was voor de eerste keer dat ik in die auto zat te genieten van de zonsopgang. Ja, want dan bel ik naar jou. En dan bel we in een uur. Ah, maar ja, maar dat is nu. Dan ben ik dankbaar. Dan ik zit van, ja, ik sta hier stil. Ik luister naar een podcast of bel ik iemand. En dan doe ik ook iets. Allee, doe ik ook iets. Dan heb ik zoiets van, ja... Ja, dus ja, ik heb er ook voor gekozen, maar ik vind dat niet erg. Nu, ik heb zoiets van, ja, goed, pas op. Soms zijn er wel dingen. Maar het is vooral... Een keuze maken, dat bewustzijn voor te zeggen, ja, het is nu wat dat is. En ja, je kunt het niet veranderen. Ja, doet er iets mee, snap je? En ik denk dat vooral die houding, die attitude, die mindset, in plaats van, ja, ik sta hier nu weer stil. En de hele dag erover zitten ze aan, ja, ik kan weer stil staan. Ja. Ja, oftewel, kies je voor iets totaal anders doen waarbij je dan in mijn stijl staat. Oftewel, is zoiets van, ja, maak er het beste van en doe er effectief iets mee. Studeer dan of zo. Luister dan naar een podcast of bel dan iemand die want ik kreeg dan die dingen, ja, maar ze is zo druk bezig, iedereen en je nodig. En ik denk van, ik heb dat nu van de week 4 keer gehoord. Ja, maar ik durf je dan niet bellen. Ik denk, maar bel me dan. Als ik het niet oppak, zal het niet oppakken omdat ik bezig ben. Maar als ik wel oppak, ja, dan pak ik op. Ja.
En van die mensen die zeggen van, ja, goh, ik heb 2 uur in de file gestaan. Van en naar uw werk. Je moet al blij zijn dat je een job hebt, hè. Allee, mensen appreciëren ook heel dikwijls niet meer wat dat ze hebben. Ja. Hè, ik heb heel veel mensen in mijn omgeving die tegen mij zeggen, waarom ga jij niet groter wonen? Waarom zou ik? Ik ben perfect gelukkig in mijn huis. Ja, alleen met alle respect, ik heb een ambitie om in Antwerpen te gaan wonen. Allee, Peter. Nee, nee. Ja, dat is zo... Ja, nee, nee, nee. En ik kan nog veel verschillen. Ik zou wel in de natuur weer gaan wonen. Dat is zo heel van mijn droom en dat komt nog wel. Tegelijkertijd nu... Ik heb nu geen zin om bijvoorbeeld Jules uit zijn sociaal weefsel weg te snijden. Ik bedoel, in een basket, en gaan zwemmen en muziek zo. En dan die vriendjes. En ik denk zo... Ja, ik heb dat niet gehad als ik als kind was. Die is... Ik wil niet zeggen populair, maar die is wel gewild en gewenst. En ik heb geen zin om dat af te nemen. Van mij had dat ook geen zin in, voor dat hem af te nemen. Mm-hmm. En, maar wat bijvoorbeeld wel is, ik heb gezegd vanmorgen tegen Fabien, zet maar de botten klaar. Hij wil met mij vanmiddag naar het bos, ook al gaat het regenen, ja, we doen dan een vest aan, en hij wil per se van die bolsters gaan zoeken en die noten gaan zoeken. En ja, dat gaat dan waarschijnlijk aarde zijn. En die voor hem is dat in slecht weer. Dat is gewoon, ja, die vindt dat zelfs leuk. En dan denk ik, ja, toch gaan we dat gaan doen. En vandaar, wel niet laat afgesproken, dus ik ben snel nog naar de winkel kunnen gaan, zodat ik dat kon doen. Want er komen blijkbaar mensen vanavond en zij als zoiets van, ja, maar je moet wel maken dat er eten is. En ik denk, ja, het is goed, ik kan dat dan regelen, want ze maakt eigenlijk anders altijd eten van mij. Omdat ze, zij kan wel thuis werken. Dat is dan het omgekeerde. Ze werd de hele tijd thuis en zegt, ja, ik zie dan bijna niemand niks. Zij zegt, hele dagen mensen. En terwijl ik s'avonds bijna geen mensen meer zien zit. Dus het is dan elk... ding is er, want het is hoe dat je, wat dat je ziet wordt bepaald hoe dat je er naartoe kijkt. Maar hoe dat je kijkt kan je wel bepalen. Ja. Dus Tim Sterks, bedankt. Ik wens je veel liefde, geluk, plezier toe. Fantastische gezondheid voor je hele zin. En welkom in mijn vriendenkring. Dank u wel. En helemaal wederzijds, hè, Peter. En bedankt voor dit ja, bijna 2 uur durende vloeibaar hout, want... Ja, dat weet ik niet of dat vloeibaar gaat is. Sterks, jongen, godverdomme, je asshole. Ja, je hebt een verhaal die echt inspireert en die mensen aanzet om te leven en wakker te worden. En je had dat nu nog niet snappen, maar dat is zo. Oké, ik geloof u. Ik zal u geloven. Jongens, toch. West-Vlaams zou je niet kunnen leren, maar goed. Nee, maar ja. Anyway. Heel veel succes en plezier. En heel bedankt voor bedankt en voor hier te rijden. Ja, trouwens. Bedankt voor de uitnodiging, Peter. Dankjewel om te luisteren naar weer een topgesprek. Ik hoop dat je er iets van opgestoken hebt of geleerd hebt. En dat het je inzichten gegeven heeft om nog dichter bij jezelf te leven en je leven in handen te nemen. Wil je een van de boeken kopen die we besproken hebben, dan vind je die terug op psgrow.com/boeken. Dat is psgrow.com/boeken. Het zou super tof zijn als je ook je liefde kan tonen dankzij een review die je ergens op iTunes, Spotify of YouTube plaatst. En voor de rest wens ik jou een fantastisch leven, fantastische week, fantastische dag toe. Tot volgende week dinsdag.